Dames en heren, goedemorgen. Geweldig tijdstip, ik begin er al een beetje aan te wennen. Tweede keer, gisteren ging het over mijn vader. Wie was er gisteren? Nou, de rest snapt er niks meer van. Nou, u weet hoe het gaat. Ik kan u aanraden, ja, het heeft toch alles met elkaar te maken. Enfin, dat heb ik gisteren gezegd, maar dat zullen we straks benadrukken. We zullen alle tijd nodig hebben. Ik ben erg benieuwd hoe ver ik kom met dit verhaal. Binnen een uur. Ik denk niet dat we het helemaal redden. De eerste keer dat de leiders van de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog samenkwamen, was, als ik Wikipedia mag geloven, en dat mag, al verbieden sommige professoren het hun studenten. Maar uit onderzoek is gebleken dat de betrouwbaarheid van Wikipedia marginaal minder is dan die van de Encyclopedia Britannica, bij veel meer aangeboden kennis. In Teheran. Nou, er zaten een paar bijzinnen tussen en het sloot aan op de wereldleiders die voor het eerst samenkwamen in 1943 in Teheran. Op 27 november ontmoetten Roosevelt, Churchill en Stalin elkaar in de Russische ambassade aldaar. De beide westerse leiders wantrouwden de Sovjet-dictator. Gisteren kwamen we al tot de conclusie dat wantrouwen het nieuwe geloven is, maar dat was toen kennelijk ook al zo. Maar toch probeerde Roosevelt Churchill buitenspel te zetten door diens plannen om vanuit Italië door te stoten naar Duitsland te torpederen. Tijdens het eten overhandigde Churchill namens koning George VI een in Sheffield gesmeed zwaard. Dat noemden ze het zwaard van Stalingrad en het was een eerbetoon aan de burgers van Stalingrad en de Sovjet-Unie. Stalin kuste de schede en gaf het zwaard door aan iemand achter hem, maarschalk Voroshilov, die het uit zijn handen liet vallen. Korte tijd later kreeg de maarschalk in Siberië nog eens rustig de tijd om na te denken over hoe dat had kunnen gebeuren. Dat laatste heb ik niet uit Wikipedia, dat heb ik zelf verzonnen. Omdat collegegeven leuk is en de wetenschap een goede zaak, maar er moet ook af en toe boven het rendement uit een verzetje zijn. Wat Stalin overigens wel in alle ernst voorstelde, dat was 50 tot 100.000 Duitse officieren te executeren, zodat Duitsland voorlopig geen oorlog meer zou kunnen voeren. Roosevelt dacht dat Stalin een grapje maakte en antwoordde, nou, misschien is 49.000 al voldoende. Een van de merkwaardigste realisaties voor een kind, later, is het besef verwekt te zijn midden in een oorlog. Wat was dat voor idee? Of was er nog helemaal geen besef van regulering? Wat hadden die ouders dat kind te bieden? Misschien, en dat zou kunnen, gokten mijn ouders op dat moment, toen ze hoorden dat die drie grote leiders bij elkaar waren geweest, dat het wel eens binnen 9 maanden geklaard zou kunnen zijn, dat klusje. Veel had het niet gescheeld. Ik werd geboren op 30 augustus 1944 om 5:15. Eens kijken of ik al een paar plaatjes heb overgeslagen. Oh, deze. Dit zijn de heren. U ziet, ik neem aan, links zit Stalin, midden zit Roosevelt, rechts zit Churchill. En deze figuur die we hier zien, die komt overmorgen terug in de conferentie van Wim Kam uit 1956. Dat is Anthony Eden. En dit is Molotov van de cocktails. Dit is de tante die mij gehaald heeft, tante Jannie. En dat ben ik, hier op de arm. En ik ben hier natuurlijk al wat ouder, want zo ben ik echt niet uit mijn moeder gekomen. Maar het grappige is, ik kreeg pas op mijn 5e een bril. Daarvan is mij nooit verteld wat precies de reden was.
Maar waarschijnlijk was ik al bij de hand genoeg. Maar je ziet wel op alle foto's dat ik zoek, waar is de fotograaf? Dit is een dagboek. En daar staat dus woensdag 30 augustus 1944, Frederik Jan Georg de Jonge, geboren. Alles ging gelukkig beter dan met Willem Govert, dat is mijn oudere broer. Geen bijzonderheden gelukkig, een lief klein ventje van 8,5 pond. Dus nou, het zat toch wel in de buurt, die foto. Willem Govert was een lief broertje, zo leuk deed hij met zijn broertje. Helemaal dol. Eerst aaien en dan gauw even knijpen. Dat zijn prettige details. Het was dus 30 augustus 1944 en dat was 6 dagen voor Dolle Dinsdag. Daar wil ik u toch ook even iets van laten horen. Herhalen van de instructies die de geallieerde opperbevelhebber heeft gericht tot de bevolking van Rotterdam. Het nieuws is als volgt. Britse troepen zetten hun opmars in Nederland voort zonder noemenswaarde tegenstand te ondervinden. Brussel, Antwerpen en Rijssel in Frankrijk zijn bevrijd. De geallieerde artillerie beschiet Duitsland. Dus er was grote opwinding in het land. En dat is eigenlijk de reden dat het eerste woord dat ik in mijn leven hoorde verzet was. Want in de euforie zette mijn moeder de wieg waarin ik lag met een rood-wit-blauwe vlag eromheen en een oranje sjerp om het koofje, zette het voor het raam van de pastorie. En na een paar uur kwam de vrouw van de overkant, van de fietsenmaker, die kwam zeggen, mevrouw de Jonge, doe dat nou niet, het is nog niet zover, u neemt een enorm risico. En toen zei mijn moeder tegen mijn vader, verzet jij de wieg even. Mijn moeder was geen heldin, geen moedercourage, waarbij moet worden opgemerkt dat niet Anne Vierling, die moedercourage genoemd werd, een heldin was, maar haar doofstomme dochter Katrien, die door op de trommel te slaan de slapende stad waarschuwde voor de naderende vijand. Anne Vierling was meer eentje die onder alle omstandigheden het hoofd boven water wist te houden. Dat is een eigenschap waarin ik mijn moeder wel herken. Al kwam bij haar nog wel de burgerlijke neurose erbij van de schijn ophouden. Mooi weer spelen. De gegoede burgerij laat zich niet kennen. Op haar rust de zware taak de bevoorrechte positie in de maatschappij te verantwoorden en vooral te stabiliseren, koste wat kost. Alleen door versprekingen en of loslippigheid van mijn vader kwamen wij kinderen erachter dat de beide broers van mijn moeder fout geweest waren in de oorlog. Maar als dat dan min of meer per ongeluk ter sprake komt, dan werd er onmiddellijk bij vastgesteld dat er niets ernstigs was gebeurd. Waarmee natuurlijk bedoeld was dat zij een zootje Joden zouden hebben verraden. De hele zaak zou onbesproken zijn gebleven als ik niet in 2009 mijn neef Fred, de enige zoon van mijn moeders oudste broer, het zwarte schaap van de familie, in Kopenhagen had gesproken. Deze Fred zag zijn leven door het gedrag van zijn vader geruïneerd en kwam in psychoses en wanen die hem achtervolgden. Laat ik eraan toevoegen nog dat als ik niet met een Joodse vrouw getrouwd was, er waarschijnlijk ook niet eens voldoende reden was geweest om de zaak tot op de bodem uit te zoeken. Mijn moeder was een vrouw van stand. Dit is nog mijn doopzeel. Dit is neef Fred. Daar komen we zo. Mijn moeder was een vrouw van stand, vond ze zelf. Haar moeder, Martha Reneman, was een van de 12 kinderen die meubelmaker Jan Hendrik Reneman bij zijn vrouw Afien van den Berg wist te verwekken. 4 van die 12 kinderen zijn binnen 2 jaar gestorven. 1. De befaamde Omarines, die zowel met Albert Schweitzer als met Paus Pius XI correspondeerde. Dit is Albert Schweitzer, de beroemde
zendingsarts uit Lambarene. Dit is paus Pius de XI, waar hij zijn faam aan te danken heeft. Dat weet ik niet precies, dat wil ik ook helemaal niet weten. Deze, nou laat ik hem dan, laten we maar even naar Albert Schweitzer kijken. Dat is wel een prettige man. Oom Rinus, die wist 100 te worden. Kenmerkend voor mijn moeders familie was dat die paus en Albert Schweitzer met regelmaat genoemd werden, maar dat de inhoud van de correspondentie nooit ter sprake is gekomen. Misschien heeft Oom Rinus, die bij zijn vader in de zaak ging, simpel om een handtekening gevraagd bij de beide heren. Oom Rinus bleef zijn leven lang vrijgezel. Vermoedelijk in de kast gebleven. Wat voor een meubelmaker toch weer een andere ervaring moet zijn dan voor een hoefsmid. Oom Rinus was wel een figuur die tot mijn verbeelding sprak. Het was een buitenbeentje. Toen mijn broer en ik halverwege de jaren 50 het pingpongspel ontdekten, leek het mijn moeder, die zelf een netje gebreid had, een kostenbesparend idee om de firma Reneman twee pingpongbedjes te laten vervaardigen. Oom Rinus belastte zich persoonlijk met deze taak. En na luttele maanden kwam Van Gent en Lauwers voorgereden met een paar in Jugendstil uitgevoerde, uit de zwaarste, tegenwoordig zou je zeggen, duurzaamste houtsoorten samengesteld bedje. De balletjes bleken tegen zoveel degelijkheid niet bestand en krompen bij elke aanraking ineen. Oom Rinus woonde tot aan zijn dood samen met zijn jongste zus Afien, voor ons tante Aaf, 96 geworden. Ook, ik sta hier licht excentriek, maar zeg maar gewoon excentriek. Toen beide naar Avondlicht, een bejaardenhuis in Haren, gingen, kwam daar op grond van de heersende moraal nog even aan de orde of het wel kon dat broer en zus samen op één kamer woonden. Reneman was de beroemde meubelmaker van Groningen, volgens mijn moeder althans. Stoelen en tafels van de firma sierden interieurs in het stadhuis en aan de universiteit. Ook kwam met enige regelmaat het gebrandschilderde raam met het familiewapen van de Renemans in de Martinikerk aan de orde. Tot op de dag van vandaag heb ik dat niet gezien. Ik heb er ook niet al te veel moeite voor gedaan trouwens. De vader van mijn moeder, even langs die paus, de vader van mijn moeder heette Frederik Jan Georg Furda en naar hem ben ik vernoemd. Opmerkelijk is dat dus zijn derde naam, Georg, gespeld wordt zonder E, wat kan verwijzen naar een Duitse oorsprong van de Furda's, wat dan weer zou betekenen dat ze in de oorlog minder fout waren dan wij dachten. De stamboom gaat niet verder terug dan 1852... toen mijn overgrootvader Frans Furda werd geboren in Pieterburen. Wat grappig is, want dat ligt niet meer dan 5 kilometer van waar ik geboren ben in Westernieland. Nooit geweten. Mijn grootvader had 2 broers, Engelhard en Klaas. Over de loopbaan van mijn grootvader weet ik niet meer dan dat hij maatschappelijk actief geweest is en dat hij zich heeft bemoeid met het organiseren van het christelijk kantoorpersoneel. Jacob Nauta, die het gebracht heeft tot het hoofdbestuur van de CNV, zei over mijn grootvader: met de christelijke vakbeweging kwam ik in 1906 in Groningen in aanraking door toedoen van F.J.G. Furda, de pionier van het Noorden, van de Christelijke Bediendenbond en medeoprichter van de nationale vakgroep handelsreizigers van deze bond. Later noemde meneer de Nauta mijn opa de man die hem de christelijke vakbeweging inleidde en hem ervoor leerde werken, inspireerde en onderwees en hem door woord en voorbeeld een open oog en hart voor de bond en de christelijke sociale arbeid gaf. Voorts is mijn opa actief geweest in de Christelijk Historische Unie, een partij die later is opgegaan in het CDA. En hij heeft in de provinciale staten gezeten, de Groningse gemeenteraad, en heeft het uiteindelijk nog tot wethouder van onderwijs in Groningen geschopt. Later, ik moet even, dat schiet me nou te binnen, even zeggen, toen hij wethouder van onderwijs was en het had een paar dagen gevroren, verzamelde de schooljeugd zich voor hun huis aan de Hoge Dera in Groningen en maakte een hoop heibel en mijn oma schoof het raam omhoog en ze riepen: hebben we ijsvrij? En toen zei mijn oma: ja.
Mijn moeder vertelde altijd met trots dat zijn vrouw, dus mijn oma, hem verboden had om in de landelijke politiek te gaan, want dan verdiende je geld aan de politiek en dat kon nooit goed gaan. In 1921 begon hij met zijn broers een confectiefabriek, de Groninger Confectiefabriek. Maar omdat Engelhard naar Amerika emigreerde en Klaas, van wie verder elk spoor ontbreekt, maar wiens naam meerdere malen opduikt in kolommen met namen van landverraders, zonder waar dan ook een sterfdatum, werd die confectiezaak al gauw genoemd, of tenminste in de boeken staat al, voorheen gebroeders Furna. Of het broedertwisten waren, ik weet er niet van. In 1948 werd de NV opgeheven en ging door onder de naam Refort. Hier is nog een klein knipseltje waar de naam van mijn grootvader, waarbij staat Deventer, ook nooit geweten dat hij in Deventer gewoond heeft. Dit is het gezin en hier is dus mijn opa, mijn oma, mijn moeder zit in het midden. Rechts tante Jannie, oom Jan en oom Frans. En dit is het wapen van de Refort. Re is dus Reneman en Fort is Furda. En het is dus een reebok springend over een fort. Goed gevonden. Complimenten. Frans Jan werden de directeuren. De foute gebroeders Furda kregen van hun vader een nieuwe kans. De keuze tijdens de oorlog van zijn zoons moet voor mijn opa een verschrikking geweest zijn. Toen oom Jan samen met zijn vrouw Greetje te voet terugkwam uit Berlijn na de oorlog, belde hij aan op de Westerse Drift. En opa had gezegd, je kunt je wassen, je kunt hier de nacht doorbrengen. We zullen je kleden en voeden en morgen geef ik je bij de autoriteiten aan. Met als gevolg dat zowel Jan als Frans een jaar in Westerbork hebben gezeten, dat nu plotseling dienst deed als zuiveringsoord. Op internet vind ik op een van de genealogische sites dat in 1911 een Harmana Martha is geboren. Dat is dezelfde naam als mijn moeder. Mijn moeder is van 1915. Dus er is voor mijn moeder een meisje, een dochter ook geweest van mijn grootouders, dat overleden is en ze hebben mijn moeder hetzelfde genoemd. Ik weet niet of mijn moeder daaronder geleden heeft. Het valt niet altijd mee om een dood kind te vervangen. Mijn moeder heeft volgens mij een zeer gelukkige jeugd gekend, te midden van een ongelooflijke hoeveelheid nichten en neven. Hier ziet u, dit is een van haar nichten, tante, dit is tante Pop en dit is tante, weet ik niet. Dit is Afien, dit is dus de zuster van Marinus. Dit is ook een zuster Minema, deze mevrouw, het zegt me ook niet veel. En dit is Henk Schouten, dit is een van de eerste boeren die in de Noordoostpolder ging pionieren. En middenin loopt mijn vader en dit is mijn moeder. Mijn moeder heeft volgens mij een gelukkige jeugd gekend te midden van talrijke familie. Tante Jo Pals, oma Furda, die oma Poortje heette, omdat ze op een hofje woonde waar je om erin te komen eerst door een poortje moest. En dan had je de Minnema-nichten. Dat waren er talloze. Oom Jacob, die op zeker moment een zogenaamde beroerte kreeg, waar ik echt heel erg van schrok, want wat dat was, dat weet ik niet. Het hield niet op. Na de lagere school ging mijn moeder onmiddellijk naar, dit is mijn moeder. Na de lagere school ging mijn moeder naar de Groningse, met SCH, kook- en huishoudschool. Het was in die tijd nog niet vanzelfsprekend dat meisjes naar het middelbaar onderwijs gingen. Haar zuster ging de verpleging in. Het kan zijn dat mijn moeder niet geschikt was voor middelbaar onderwijs, maar het kan ook een andere reden zijn. In elk geval, mijn moeder had een goed ontwikkeld minderwaardigheidscomplex. En dat was ook een van de redenen waarom ze zich zo volledig in de armen van mijn vader gestort had. Dat was haar vertrouwen in zijn intellect. Van die ontmoeting tussen mijn vader en moeder weet ik ook niet veel. Opeens waren ze samen. Wij zelf, onze ogen sluitend voor alle onrecht en ongelijkheid die we niet aankunnen, proberen ons voor te stellen hoe dat was, die oorlog. Dat voor je ogen mensen werden opgepakt, in een auto geslagen en afgevoerd. Moe als wij zijn, moe van alles, maar machteloos aanzien. Moe van arbeid die geen energie meer geeft. Moe van de zinloosheid van het bestaan.
Die vermoeidheid bestond in die dagen niet. Er was eerder berusting vanuit het besef dat oorlog onvermijdelijk in het lot besloten lag en dat de meeste heldendaden in vergelding smoorden. En dan had mijn moeder ook nog eens die broers. Maar ze was verliefd op een student theologie. Dat zal haar christelijk-historische vader goed gedaan hebben. Een provinciaaltje uit een kleinburgerlijk milieu met een slecht gebit. Armoedige kleding en een gebrek aan omgangsvormen. Die man liet zich gemakkelijk veroveren. Hij gaf zich moeiteloos over. Hij liet zich maar al te graag vormen door dit meisje uit de gegoede burgerij. 24 jaar was mijn moeder toen ze mijn vader ontmoette en ze had nog geen dag op eigen benen gestaan. Het was het hunkerende meisje van de huishoudschool. Opgeleid voor het moederschap. Dit is die huishoudschool in Groningen. Ik heb er een paar foto's bij van hoe ze daar les kregen. Deze is iets minder scherp. Maar we kunnen wel ongeveer zien hoe het ging. En dit was dus een huiskamer waar ze zich helemaal dan op, of slaapkamer waar ze zich helemaal op uit konden leven. 24 was mijn moeder, ze had nog geen dag op eigen benen gestaan. En ze was op de huisartsschool opgeleid voor het aanstaande moederschap. Klaar voor de aanrecht. Achter de strijkplank legde ze met trots uit hoe dat moest. Een overhemd strijken als ik voor de gezelligheid naar haar zat te kijken. Dan gaf ze les. Om de knoopjes heen en hoe je de mouwen moest vouwen. En de lakens en de handdoeken. En hoe je dan die stapels in de linnenkast zette. Met geometrische precisie. En dat op de derde plank links onder de kussens lopen de liefdesbrieven lagen. Heb ik zelf ontdekt. Maar alles wat gladgestreken in de kast lag, dat was er al een keer uitgehaald. Dat was gedragen, gewassen, nadat het vuil gemaakt was, weer gestreken, opgevouwen en zorgvuldig in de kast gelegd en kon er weer uitgenomen worden als het nodig was. En niet alleen strijken had ze geleerd, ook koken, naaien, verstellen, sokken stoppen, borduren, schoonmaken, stof afnemen, stofzuigen, elke dag de kamers, de keuken, de slaapkamer en 2 keer per jaar de grote schoonmaak. Maar ze was ook lid van de tennisclub. De tennisclub van Groningen. En mijn vader mocht, als zij speelde, umpire zijn. Scheidsrechter, plicht het gewone volk te zeggen. Wat had mijn moeder mijn vader te bieden? Haar lichaam, natuurlijk. Het lichaam van je moeder. De seksualiteit van je ouders. De wellust, maar vooral de onschuld, of liever de naïviteit. Daar wil je als kind niet graag aan denken. Mijn vader maakte mijn moeder zwanger voor ze getrouwd waren. Iets waar ik achter moest komen toen wij het 25-jarige huwelijk van mijn ouders vierden. Na enig nietsvermoedend heen en weer gevraagd en gerekend riep ik uit, maar dan moesten jullie trouwen. Waarop mijn moeder een langgerekt sst liet horen. Op de foto's van een studentenkamp in Diever zag je hoe ze voor het eerst verliefd waren. Ik weet niet of dat nu hierachter doorkomt. Ze trouwden en trokken naar Westernieland. Ik ga dit even overslaan, want dat duurt te lang. Dit is het huis waar ik geboren ben, in Westernieland. Dit is, zeg maar, het setje. De actieradius van mijn vader. Zijn studeerkamer was hier, dus hier was nog een bruggetje ook voor de korte route. En dan kon hij in één keer doorlopen naar de kerk. Het ziet er heel romantisch uit, maar het was 1 steens. Dus het was en het lag luttele meters van het wat. Als je zeg maar van achteruit het huis recht naar boven liep, was je binnen 100 meter, zag je de Waddenzee. Mijn moeder ging kort na de oorlog
met de dames van Westernieland. Er is later nog eens een filmpje voor het Gat van Nederland gemaakt. Misschien kan een enkeling van u zich dat nog herinneren. Dat ging over de dameskring van Westernieland. Mijn moeder heeft die geleid. En vlak na de oorlog ging zij met de dameskring. En het moet een onvoorstelbaar gezelschap geweest zijn. Want ja, op de een of andere manier waren dat allemaal oudere dames. En die liepen allemaal in het zwart. En die hadden allemaal een zwart hoedje op. En die hadden allemaal een zwart handtasje om de arm. Gingen ze naar Pater Zwolde om aan het meer een kopje thee te drinken. En ze moesten dan met dat uitje weer een heel jaar doen. En mijn moeder zat er dan tussen. En mijn moeder had altijd het enorme gevoel dat ze ja toch een beetje chic moest doen. Dus op een zeker moment zei ze, ik ga even mijn handen wassen, waarop een van die dames vroeg, ben er nog meer pissers? Een succesverhaal bij ons thuis. En waarom? Waarom precies? Wat moest er bevestigd worden? Wat kon er gewonnen worden? Of was dit een toppunt van humor in die dagen? Mijn moeder moet in Workum de gelukkigste tijd van haar leven gekend hebben. Dit is een foto uit die tijd waarin we haar zien. Dit is de vrouw van de notaris. Dit is de notaris. Dit is de collega van mijn vader, Piet de Bruin. En dit is of de dokter of de burgemeester. Dat was een kring, een gezelschap, waar mijn moeder, hier zichtbaar met mijn vader, waar mijn moeder zich graag in bewoog. Maakten mijn ouders wel eens ruzie? Nou, niet in mijn bijzijn in elk geval. Het enige wat ik me herinner van spanning was zwijgstront, zoals Kees van Kooten dat ooit genoemd heeft. Het ultieme wapen tussen partners om een zinloze woordenstrijd te beslechten. Doen alsof de ander niet bestaat. Mijn moeder zweeg trouwens niet van harte. Die liep hunkerend naar woorden rond, maar mijn vader was de baas. Kennelijk was mijn moeder te ver gegaan, maar waarin? Geen idee. Wat had ze in haar dienende taak verwaarloosd? Ze deed elke dag het hele huis, kookte, waste, deed de boodschappen. Ik kan mij niet voorstellen dat mijn vader daar iets op zou kunnen aanmerken. Het enige dat mijn vader in de huishouding deed, was het inplakken van de Albert Heijn zegels. Wat mijn vader deed, was de zegels van Albert Heijn inplakken. Dat mijn vader en moeder over geloofskwesties zouden spreken, dat is ondenkbaar. Dat mijn moeder zou zeggen, ja, die Karel Barth kan in zijn brief aan de Romeinen nou wel zeggen dat God God is en de mens, maar wat heb ik daaraan als de aardappelen aankoken? Over de onzekerheden van mijn moeder zou het daarover gaan. Ze pushte mijn vader, ook al geen held in de strijd om het bestaan, om voor zichzelf op te komen en niet zo over zich heen te laten lopen. Ze was altijd geïrriteerd als mijn vader ergens gesproken had op een 5 mei bijeenkomst en thuis kwam en mijn moeder haar hand ophield en dat hij dan zijn handen ophief terwijl Feike Asma, die het orgel geruïneerd had, wel 150 gulden had gekregen. Mijn vader had niets met geld. Ook dat deed mijn moeder, behalve tijdens de vakanties. En dat moesten we dan ook allemaal weten. Vooral naar het eind toe, als de bodem van de schatkist in zicht kwam en de vrees werd uitgesproken dat we het niet gingen redden, gingen we opeens met z'n allen naar een restaurant. En mijn moeder riep dan uit, hoe ga je dat betalen? Maar aan het eind van de vakantie bleek dat hij altijd precies uitgekiend had hoe we uitkwamen. En dan met Sinterklaas kwam er nog een aap uit de mouw, want dan had hij ook nog stiekem ergens bij een bric-à-brac of misschien wel een echte juwelier voor mijn moeder een gedenkwaardig geschenk gekocht. Het traktement was een belediging en niet toereikend voor een gezin met 4 kinderen. Af en toe kwam er enig dividend uit de confectiefabriek voorheen de gebroeders Fudda, waar mijn vader voorzitter was van de Raad van Commissarissen. Dus veel kan dat ook niet voorgesteld hebben. Bovendien was het advies altijd aan de aandeelhouders om het geld in de zaak te investeren. Maar de zaak ging failliet, zoals de hele Groningen confectie eind jaren 60. Alles weg. De productie ging naar lage lonenlanden. Wat mijn moeder wel goed kon, was klagen over de huisvesting. In Workum hadden we een schitterende pastorie, maar in Zaandam was het treurig. Eén grote klaagzang. Het huis was zeer vochtig. Als we na de vakantie van een week of 4 thuis kwamen, stond de schimmel op de boeken van mijn vader. Er was altijd wel iets met verstopte wc's en het huis was niet warm te krijgen. Ook dit soort problematiek ging volledig langs mijn vader heen, die lekker tussen de beschimmelde boeken zijn sigaretjes zat te roken en te studeren.
Maar misschien heeft mijn moeder te lang aangedrongen gezegd, zeg jij er nou ook eens wat van? De familie kon ook het probleem niet zijn. Mijn ouders waren het in grote lijnen eens. Zij waren oneindig veel beter dan de broers en zusters. En ze hadden ook een veel beter huwelijk. Mijn moeder had 2 broers en een zuster. De broers mochten een jaar in Westerbork over hun zonde nadenken, maar dat had niet tot nederigheid en schuldbewustzijn geleid. Haar oudste broer was aan zijn 4e vrouw toe. En als ik telde, kwam ik nooit verder dan 3, dus er moet er ook nog één geweest zijn die te erg voor woorden was. Hij had een zoon Fred die na een paar kostscholen veel te jong voor de marine had getekend en regelmatig bij ons over de vloer kwam. Meestal had hij dan geld nodig. Haar zuster was een haaibaai en zat in de verpleging. Tussen de zusters heerste een voor buitenstaanders altijd volstrekt onbegrijpelijke spanning. Waarschijnlijk tijdens de jeugd opgebouwd en die hebben ze nooit kunnen oplossen. De zus was zelfstandig en ongehuwd. Ik vermoed dat ze lesbisch was, maar dat mag je niet zomaar zeggen. Ze had een vriendin in Denemarken die ook rookte. Gewone sigaretten. Nou ja, dat roken is wel interessant. En dat staat er hier ook bij. Misschien dat we daar straks met Siska nog even op terugkomen. Er is een neef van Freud. En zijn voornaam ben ik even vergeten, maar zijn achternaam is Bernays. En dat is de godvader, de oervader van public relations en van marketing. En die heeft bijvoorbeeld sigaretten in de markt gezet door te suggereren aan vrouwen dat als je rookte, dat je dan jezelf had bevrijd. En dat heeft voor een enorme hoeveelheid longkanker gezorgd. Geaardheid van mijn tante is iets dat nooit in onze familie ter sprake is gekomen. En het is in dit verband ook het eerste keer dat het genoemd wordt. En ik moet er meteen ook bij zeggen dat ik helemaal daar niets van weet. De jongste broer van mijn moeder was getrouwd met een vrouw die hem de NSB ingetrokken heeft. En zij is behoorlijk fanatiek geweest in de oorlog. Als ik op internet ga zoeken, dan vind ik van al die mensen haar naam, expliciet haar naam en achternaam. En ze heeft iets met de Hitlerjugend te maken gehad. Ze kon geen kinderen krijgen, misschien was dat de reden. Ze woonde in Brabant aan de Belgische grens, waar een deel van de confectiefabriek gevestigd was. Met deze broer en zijn vrouw trokken we opmerkelijk veel op. De meeste foto's van ons gezin zijn gemaakt door deze broer. Ze bewogen zich in kringen van de Nouveau Riche in Brabant en gingen op wintersport. Mijn vader had een broer en 3 zusters. De oudste, die omdat mijn vader studeerde en er geen geld was, ging ook snel de verpleging in. Zij werkte bij Draagt Elkanders Lasten, DEL. Wat wij tegenwoordig de thuiszorg noemen, denk ik. DEL en mijn tante Corrie, dit is ons huis in de Parkstraat, het ziet er aardig uit, maar dit is, die vlag is opgehangen door Rob Muns, die woont er nu. Dit is tante Greetje, dus van de jongste broer van mijn moeder. Zij was dus heel ernstig fout. Hier, dit is rechts de oudste broer van mijn vader en dit is tante Corrie, dat is de oudste zuster van mijn vader. De rechts is oom Frans, de oudste broer van mijn moeder. Oh ja, deze foto wou ik even laten zien. Dit is tante Corrie hier. En dit is mijn oudste broer. En wat bijzonder is dat mijn tante volgens de annalen van de firma Pon de eerste vrouw in Nederland was die 100.000 kilometer met een kever had gereden. Dankzij dat feit heb ik nog enige maanden trots als een pauw door de stad gelopen. En toen ebde het weg. Opeens kwam deze tante Corrie met een man aanzetten die 15 jaar ouder was dan zij. Schande, natuurlijk. De man was dokter in de Franse letteren en had een veel gebruikt schoolboek geschreven waarin de vervoeging van het Franse werkwoord centraal stond en vooral de uitzonderingen. Formleer heette dat boek. De man was een groot Bach-kenner en was leraar op het lyceum. Hij is nooit door de familie geaccepteerd. En werd weggezet als een bruut die mijn tante het leven onmogelijk heeft gemaakt. Wel heeft zij onder zijn leiding zowel doctoraal Frans als Spaans gehaald en is lerares geworden op dezelfde school als haar man,
die tenslotte ziekelijk werd en door haar op christelijke wijze, dus waarbij ze zichzelf geheel wegcijferde, verzorgd is tot zijn dood. De tweede zuster van mijn vader is te zien op kampeerfoto's in Diever, was met een man getrouwd met pedofiele neigingen. Dat mag je niet zeggen natuurlijk, en ik weet het ook niet helemaal of het echt gebeurd is, tenminste met mij heeft hij nooit gepraktiseerd, maar uit goede, betrouwbare bron van de rest van de familie heb ik begrepen dat hij liep in een corduroy korte broek omdat hij bij de padvinderij was en liet aan zijn riem zijn fluit achterloos bungelen. Zijn vrouw heb ik nooit contact mee gehad. De jongste zuster van mijn vader, dat was een ander verhaal. Dit is die tante Jannie van de. En dan, dit is de oom Huub. Dit is de jongste zuster van mijn vader, rechts. En dit is haar man, Wim. U ziet mij hieronder. Dit is de zoon van dominee De Bruin. Wat die op die foto doet, weet ik ook niet. Maar laat maar staan. En bij tante Co. Dat was mijn lievelingstante. Ze woonde vlak bij Deventer, waar mijn grootvader evangelist was geweest, in Terwolde. En ze was getrouwd met een man uit de buurt. Een stugge man, die zijn handen vol had aan zichzelf. En ongelooflijk moest sappelen om wat te verdienen. Ze hadden twee dochters en een zoon, een nakomertje. Tante Co was altijd goed geluimd en tante Co had schik in mij. En dan was ik op mijn best. Ik had allerlei privileges waarvan het mogen roken in het openbaar wel de grootste was. Elke dag kwam de bakker langs die op onafvolgbare wijze kon zeggen: morgen, Koba, mooie feestdagen gehad. Verder kwam hij met veel aplomb zijn oordeel over andere mannen vellen. Over het algemeen waren de mannen lelijke apenneukers. Als hij weg was, konden we uren samen gieren van de pret door elkaar uit te maken voor lelijke apenneuker. Om mijn logeerpartij acceptabel te maken, hielp ik waar ik kon om Wim. Voor de verhuizing, naar een ander huis komen we later op terug, had hij een flinke ren met zo'n 1000 kuikens. En die gaf hij te eten en te drinken. En die werden na 6 weken opgehaald om naar het slachthuis te gaan. Daar heb ik kuikensseksen geleerd. Kippenseksen, pootjes uitvouwen, kijken of het een mannetje of een vrouwtje is, een kip of een haan. Haantje naar links gooien voor de consumptie en kipje naar rechts om eieren te leggen. Leerzaam werk. Daarnaast reed oom Wim met een gammele vrachtwagen door de firma Koudijs geleverde zakken veevoer rond. En dat was een genoegen. Ons territorium strekte zich uit tussen Heerde en Willep. Langs de IJssel en een enkele keer moest oom in Voorst zijn. Ik wist nooit van tevoren waar de reis ons zou brengen. En liet me ontspannen de sigarenrook opsnuivend langs de boorden van de IJssel voeren. Er leek geen eind aan dit gelukzalige rondrijden te komen. We reden bij een boer het erf op, dan werden er een paar zakken afgeleverd. Soms werd er binnen, terwijl er betaald werd, snel een borreltje achterover geslagen. En dan werd ik door oom Wim iedere keer in een positie gemanoeuvreerd dat ik een kwinkslag kon maken. En dat deed ik. De bankjes, zo noemde je het papiergeld, verdween zonder dat de briefjes werden opgevouwen in een langwerpige beurs. Als hij de beurs in de binnenzak van zijn corduroy jack had laten zakken, keek hij mij altijd even aan. Hij was geen man van complimenten, maar ik voelde in zijn blik dat hij tevreden over mij was als knecht. Op zeker moment gingen we tot 2 keer toe in de week naar een boerderij waar hij niets afleverde. Ik moest ook in de cabine blijven zitten. Hij zou zo terug zijn, zei oom Wim. Geduldig wachtte ik af. Na een half uurtje liep ik richting huis op het moment dat oom Wim naar buiten kwam en zei nogal geprikkeld dat hij gezegd had dat ik in de cabine moest wachten. Vanaf toen werd het iets minder leuk om mee te gaan. Een enkele keer, als oom Wim geen tijd had, werd ik ingeschakeld om alleen 2 zakken meel weg te brengen die voorop een transportfiets geladen werden. En dan gaf hij mij een zet en dan reed ik. Maar de wegen waren nog niet allemaal verhard. En af en toe moest ik door een zandweggetje. En als ik niet voldoende vaart had, dan kukkelde ik om en moest ik wachten op een voorbijganger die de zakken weer voor op de fiets zette en mij afduwde. Ze gingen verhuizen naar een huis aan de Twelloseweg. Het huis was van een boer die wat ouder werd en een krankzinnige vrouw had die in Wolfheze werd verzorgd.
Die boer woonde in de boerderij ernaast. Hij had dat huis aangeboden in ruil voor een paar diensten. Tante Koos zou zijn was doen en oom Wim zou zijn vee verzorgen. Als hij zijn vrouw in Wolfheze ging bezoeken, zaten wij, de twee dochters van tante Ko, in zijn woonkamer televisie te kijken. Duitse shows. Hazi Osterwald, Sextet, Chris Howland. Als ik kwam logeren, maakte ik de stallen schoon van varkens en koeien. De varkens werden gehouden om vet gemest te worden. En ik had een keer na het schoonmaken van de stal de deur dicht te doen. En oom Wim kwam volledig overstuur de keuken binnengerend en schreeuwde dat de varkens losliepen. En dat we ze moesten vangen en dat het een ramp was omdat ze dan gewicht verloren. En dat kostte allemaal geld. De varkensjacht vond zijn hoogtepunt toen er bij oom Wim, die de armen had gespreid, van achteren een varken door de geopende benen stormde, waardoor hij even werd opgetild en tegen de grond smakt. Oom Wim en tante Ko gingen na jaren uit elkaar. De drank had gewonnen en oom Wim ging naar een tehuis. Op zeker moment belde mijn moeder met de mededeling: oom Wim is dood. Oom Wim is dood, zei moeder door de telefoon. Er gaat aan hem, zei ik, niet veel verloren. Maar goed, hij is ooit op een dag geboren en moet dus op een dag weer dood. Gewoon. Zo mag je niet praten, zei mijn moeder zacht. Zij tracht mij al mijn hele leven af te remmen. Het is haar nooit gelukt mij helemaal te temmen. Maar het doet haar pijn als het publiek om mijn cynisme lacht. Ik heb als kind vaak bij oom Wim en tante Ko gelogeerd. Hij deed in veevoer, varkens, koeien, kippen, begon te zuipen en een ander wijf te wippen en werd al vroeg met een onwillig lijf gepensioneerd. Zijn vrouw ging bij hem weg, aanvaarde zonder meer dit kruis, bezocht hem trouw als hij haar klagelijk belde, liet hem een uur beschonken op haar schelde en fietste dan gezangen zingend terug naar huis. Ik ging er vaak met vakantie en speelde dan zijn knecht. Ik mocht eieren uithalen en de kippen voeren, meel wegbrengen en in varkensstroggen roeren. Er werd hard gewerkt en weinig gezegd. Ooit had ik een der varkensstallen uitgemest en was daarna vergeten de deur goed af te sluiten. Even later stonden alle varkens buiten en dat was met oom Wim te spreken niet zo best. Het was herfst, de wei was sompig en het gras kletsnat. Ik zie oom Wim nog staan, die cowboy uit Terwolde. En hoe er van achteren een varken door zijn benen holde. En hoe hij door de lucht vloog en landde op zijn gat. Daarna ging oom Wim tegen dat varken zo tekeer dat ik ineen kromp, omdat ik wist dat hij mij bedoelde. Ik stamelde iets van het spijt me, maar ik voelde: dit is de laatste keer dat ik bij hem logeer. Oom Wim is dood en mijn moeder heeft gelijk. Je moet nooit min over de doden spreken. Hij heeft ervoor gezorgd, met al zijn streken, dat ik met andere ogen naar een varken kijk. De jongste broer van mijn vader woonde in Delft. Hij was met zijn moeder getrouwd. Nou ja, met een even breekbare, broze vrouw als zijn moeder. Maar zij miste het gevoel voor humor van mijn oma. Tot besmuikt genoegen van mijn vader liet hij zijn leven door deze vrouw bepalen. Eens in de zoveel tijd maakte hij promotie als ambtenaar in Delft. Toen mijn ouders 12,5 jaar getrouwd waren, werd dat gevierd met een diner aan huis. Dit is de hele familie van mijn vader. En dit is, het zijn foto's van de 12,5-jarige bruiloft. En je kunt zien, ik sta er geheel tegen mijn gewoonte in, niet helemaal op. Maar je kunt zien dat ik een snorretje heb gesminkt. Dus er moet iets gebeurd zijn. Ik was hier bijna 12. Tenminste, ja, 11 denk ik. Ja, dat zijn de foto's van de... Nou, de hele familie zat bij elkaar op die 12,5-jarige bruiloft aan de maaltijd. In de kenmerkende sfeer van gezelligheid gemengd met een gezonde dosis spanning. Mijn moeder maakte bij dergelijke gelegenheid de kamer schoon. En als ik zeg schoon, dan bedoel ik ook schoon. Dat begon 's morgens vroeg met ongeacht het jaargetijden deuren, ramen tegen elkaar open. Tapijten werden over de lijn gehangen en kregen ongelooflijk op een sodemieter met de mattenklopper. Het stof zocht een veilig heenkomen.
van de stofzuiger werd al snel de mond afgenomen, omdat je dan niet in de hoekjes kon komen. En dan lag mijn moeder als een pelgrim op de knieën de randen en de plinten van de kamer te zuigen. Er werd gesopt en dat wat er aan Reneman meubilair in de huiskamer stond, werd in de was gezet. Als dat klaar was, mochten wij de kamer niet meer betreden totdat de festiviteit begon. Soms hokten we wel 2 dagen in de studeerkamer van mijn vader, die zich geen raad wist waar hij het zoeken moest. Dus echt boos heb ik mijn ouders nooit gezien. De zwijgstrom duurde ook nooit langer dan 2 dagen. Mijn moeder werd steeds wanhopiger. Mijn vader leek een zekere behagen in het machtspelletje te scheppen, wat hem niet sierde. En mijn moeder had geen vriendin waar ze even naartoe kon. Om haar beklag over die rotzak te doen. En dan opgelucht weer thuis te komen. Nee, mijn moeder was ongelooflijk solidair met haar man. En zou de vuile was nooit buiten. Trouwens, zoveel vuile was er niet. Nee, mijn moeder had geen vriendin. Ze had mijn vader. Mijn moeder gaf in Zandam 1 keer in de maand een tupperwareavond. En daar kwamen dames waarvan je dacht, nou, als er iets luchtdicht afgesloten in de ijskast moet, dan zijn zij het wel. Ik doel hier op een hele andere gebeurtenis en dat was de damesvereniging. Nou, hier, ja, dat heb ik ooit in mijn programma gezet. Dat was de damesvereniging Trouw en Vriendschap. En op een avond zaten een stuk of 20 dames bij ons thuis in de huiskamer op aan wat er in huis aan tafels en stoelen bijeengeraapt kon worden. Zaten 20 dames, ook de 2 kloosterstoelen uit de studeerkamer. Reneman fabrikaat. Nauwelijks te tillen, zware eikenhouten stoelen die geheel in de geest van de ascese pijn deden als je erop zat. Ze eisten bovendien een toegewijd plaatsnemen en een zorgvuldig zitten. Mijn vader zou de dames onderhouden over iets vrouwelijks natuurlijk en iets bijbels, dus iets vrouwelijks wat in de Bijbel stond. Dus waarschijnlijk over Martha en Maria en de dienende en de luisterende. De meeste vrouwen in de Bijbel zijn dienstbaar en mijn vader had niet veel aandrang om Gods woord op dat punt in twijfel te trekken. Op een zeker moment komt een van de dames, die keurig opgeprikt op de klooster zat, even omhoog van de zitting om haar kopje thee van het bijzettafeltje te pakken. Het is de vrouw van het hoofd der Mulo. Haar man is gereformeerd en zij is hervormd. Ze kwamen wel eens ter sprake als het ging over mensen die krampachtig in de plooi liepen. Niet dat het bij ons daar dagelijks over ging. En ook niet omdat wij zo vrijmoedig waren. Maar toch, ach, noem het maar gewoon roddelen. Waarom ook niet? Nou, omdat mijn vader dominee was. En oordelen, dat is iets dat eigenlijk alleen aan God is voorbehouden. Oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Mevrouw van der Grint pakte haar kopje thee van de tafel en raakte bij het opstaan even haar legendarische beheersing over de kringspier kwijt. En een wind kaatste tegen de eikenhouten leuning en door de geraffineerde hoek van leuning en zitting knalde de echo nog een keer na. Mijn moeder zocht proestend van de lach een veilig heenkomen in de keuken, mijn vader aan zijn lot overlatend. Te midden van 20 dames in een broeierige kamer die zich krampachtig zaten te beheersen. Met al dat ongemak van hun kleding en de schaamte daarover en het geworstel met de conventies. In de slaapkamer van mijn ouders hing de BH van mijn moeder over de rugleuning van haar stoel. Later in Goes, of liever Kloetingen, ik was 18 en zij lag in bed. Ik kwam wel terust te zeggen en nam haar BH van de stoel en danste ermee door de slaapkamer als een variété-artiest met een attribuut. Mijn moeder moest erom lachen. Toen zette ik de BH op mijn hoofd en hield nuffig de sluiting onder mijn kin vast. Mijn moeder gierde het uit. Imitatie van een Zeeuwse boerin, riep ik. En beende door de kamer. Hou op, riep mijn moeder. Ik doe het in mijn broek. Ben er nog meer pissers, vroeg ik. Ze gierde het uit. Nadat mijn vader overleden was in de beeld in juni 1968, sloeg mijn moeder op de vlucht, figuurlijk. Ze was haar baken, haar anker, haar thuis kwijt.
Ze reed met haar autootje het hele land door, van verjaardag naar jubileum, naar afscheid, naar begrafenis, op zoek naar de verloren tijd. Als je bij haar op bezoek kwam, kreeg je altijd van haar te horen: ach, was die man erom. Dit is trouwens de dameskring in Zaandam. Er staat één man bij, dat is wethouder Hille. En hier is mijn moeder alleen. In Israël. Als je op bezoek was, kreeg je om de zin te horen: ach, was die man er nog maar. Die man was haar leven. Voelde ze zich verraden door zijn dood? Ze was alleen en alleen was niks. Zij had hem gemaakt. De stropdassen van mijn vader heeft ze haar leven lang bewaard. Waarom, vroeg ik jaren later in een van mijn programma's, waarom is mijn moeder nooit klaargekomen met de dood van mijn vader? Voor een volle zaal met wildvreemde mensen, schaamteloos, respectloos. Maar de vraag stond. Ze ging in Utrecht wonen, werken in Amersfoort bij Zonneschild. Ze nam twee studenten in huis die met haar dochters getrouwd zijn. Een van hen gooide, toen de vlam in de pan geslagen was en zij zich niet tijdig uit de voeten had gemaakt, de pan met kokende olie tegen haar kuiten. We kwamen er met onze eerste kleindochter en ze genoot als ze met haar naar de kippetjes liep. Maar een binding durfde ze niet aan. En toen kwamen de problemen met haar ogen. Macula degeneratie. We gingen naar dokter Worst in Groningen en die had het over een eenmalige inbranding en het zou nooit beter worden en het zou nooit erger worden. Maar 20 jaar lang heeft mijn moeder verzucht: ach, die ogen, valt daar nou niets aan te doen. Gevolgd door het langzaam wegzakkende, maar nooit verdwenen verzuchting: ach, was die man er nog maar. Mijn moeder ging regelmatig op bezoek bij haar zuster in Zutphen. Oh, ik weet niet. Nou ja, even om te laten zien dat ik eigenlijk 2 moeders heb. Dit is bij de opening van het theater in Zaandam. Dit is tante Jannie. Mijn moeder ging regelmatig bij haar zuster in Uden, in Zutphen op bezoek, of haar zuster kwam in Uden. En door de telefoon was het altijd klagen over die heerserige zuster. Mijn moeder bleef altijd de jongste. In 1954 brachten wij met ons gezin de vakantie door in Den Haag. Daar werkte mijn tante toen in de verpleging. En ze woonden daar samen in de Gouden Regenstraat in een zeer moderne nieuwe flat. En wij gingen daar met vakantie, omdat dat goedkoop was. En we gingen zoveel mogelijk naar het strand en we bezochten allerlei Haagse attracties. Panorama Mesdag, kan ik me herinneren. Ons gezin en die tante die haar zuster maar bleef kleineren. Het was een onmogelijke situatie, maar het was wel goedkoop. Op een morgen zat mijn vader met de krant en een sigaar. Binnen handbereik een kop koffie en een asbakje op een bijzettafel. Reneman fabrikaat. Om te voorkomen dat het schitterende gepolituurde tafelblad door een van ons beschadigd zou worden, had tante er voor de zekerheid een wit geborduurd laken overgelegd. Uit Denemarken. Alles van waarde kwam bij mijn tante uit Denemarken, waar ze een vriendin had die ook rookte. Goed, mijn vader was onvoorzichtig met het aptippen van de sigaar en er brandde een gaatje in het geborduurde kleedje uit Denemarken. Paniek. Tante kon ieder moment thuiskomen en als ze ontdekte of zag wat er gebeurd was, dan zou het huis te klein zijn en dan konden wij gaan. Goede raad was duur. Mijn moeder kwam op het lumineuze idee, terwijl de tijd begon te dringen, maar dat was natuurlijk symptomatisch. Je moet maar eens opletten hoeveel goede ideeën ontstaan op het moment dat de tijd begint te dringen. Je vraagt je wel eens af hoe de wereld eruit gezien zou hebben als de tijd nooit gedrongen had. En we weten allemaal hoe lang het geduurd heeft voordat de mens het buskruid heeft uitgevonden. En onmiddellijk daarna begon de tijd te dringen, zou je kunnen zeggen. Mijn moeder pakte de naaidoos van tante en stopte, of liever borduurde, heel ingenieus met een bloemetjesmotief het gaatje dicht. Het was ongelooflijk hoe dat Nederlandse bloempje zich meteen thuis voelde tussen al die Deensen. En toen tante thuis kwam, ontstond er natuurlijk een ongelooflijke spanning. En wij moesten echt onze hoofden, om niet steeds naar dat bloemetje te kijken.
moesten we onze hoofd weg. We durfden elkaar niet eens aan te kijken om met onze ogen of onze gezichtsuitdrukking duidelijk te maken dat er iets aan de hand was. We durfden niet meer in de buurt van het tafeltje te komen, want alles zou het kunnen verraden. En dan was de beer los. Maar we hebben het gered. Jarenlang hebben we er nog over nagesproken. Wat een geweldige prestatie dat van mijn moeder was. En toen mijn moeder al flink in de 80 was en haar zuster 4 jaar ouder, was ze bij haar op bezoek in Zutphen en vroeg zittend naast het tafeltje van Reneman, waar is dat kleedje eigenlijk gebleven wat hier altijd op lag? Ach, zei tante, dat heb ik weggegooid, want de mot zat erin. Ik was er erg aan gehecht, zei ze. Ik heb het ooit van mijn Deense vriendin gekregen. Haar moeder had het geborduurd en het was een bekende naaldkunstenares in het dorp waar ze woonde. Er zat een heel geraffineerd patroon in. Jaren geleden kwam ik erachter dat het niet helemaal klopte, want er was 1 bloemetje te veel. Maar dat zal wel de vrijheid zijn geweest die de kunstenares zich veroorloofd heeft. Waarop mijn moeder zei, nee, dat bloemetje heb ik erin gezet. André had er met zijn sigaar een gat in gebrand. Oh, zei tante, dat had je me wel eens eerder kunnen vertellen. Verder is er over gezwegen. Dit schreef ik in 1995. Nu het nog kan, wil ik je verhalen horen. Weten wat je weggegooid hebt, wat bewaard. Weten waar je vader voor het eerst ontmoet hebt. Wanneer je me verwekt hebt. Hoe gebaard. Heb ik veel gehuild als kind. Dat ik vergeten ben als man. En nu weer wil weten. Nu het nog kan. Nu het nog kan moet ik je meer omhelzen. Weer terugverlangen naar je warme schoot. Je troosten. Met van jou geleerde woorden. Je laatste angst wegnemen. Voor de dood. Ik zou je vaker moeten voeden met kleine hapjes liefde en dan met je huilen, moeder. Nu het nog kan. Nu het nog kan, moet ik je in mijn armen sluiten. Niet belast door leeftijd, schaamte, schuld. Want die volmaakte baby werd iemand met gebreken. Vooral een gebrek aan geduld. Ik wil nog graag even je zoon zijn, je hand vasthouden, houden van. Kind zijn, mama. Mama zeggen. Nu het nog kan. Oh ja. Ik weet best wat ik allemaal zou willen. Maar het komt er niet zo van. Nu praat ik je weer over in plaats van naar jou toe te komen. Nu het nog kan. En jij, mama. Ben je te oud geworden? Ben je misschien te bang? Zwijg je? In plaats van los te barsten. Nu. Mijn moeder is nooit losgebarsten. Ze was dwingend op het angstaanjagende af, maar losgebarsten. Ooit stond ik voor de deur van haar nieuwe woning in Uden. Er was een bijeenkomst gearrangeerd met de hele familie. In haar wanhopige ledigheid restte mijn moeder tenslotte niets anders dan de familie tegen elkaar uit te spelen. Enfin, we kwamen het weer eens goed maken. Maar er moest wel een ernstig gesprek aan vooraf gaan. Ik had aangebeld, ze deed open en kennelijk keek ik te uitdagend vrolijk. Ik vond het allemaal maar onzin. En mijn moeder zei tegen mij, ik begrijp niet wat hier te lachen valt. Waarop ik dacht, dat begrijp ik ook niet, maar ik doe het maar gewoon. Ik begrijp niet dat de moeder haar zoon een lach betwist. Welke macht wilde ze over me hebben? Ik heb me nooit geremd gevoeld in mijn teksten door mijn moeder. Als mijn vader geleefd had, was ik veel minder vrijmoedig geweest. Wat is dat toch? Dat spel tussen mensen, het niet in staat zijn de kleinste afweer op te lossen. Wat denkt een mens tegenover de ander te moeten verdedigen? Ze heeft me ook wel eens toegevoegd. Op jouw werk kan geen zegen rusten. Nog 1 keer zag ik mijn moeder in optima forma. Dat was in 1993 in Den Haag. Dat was na afloop van de première. En daarom begin ik er even over. Na afloop van de première van King Lear. En daar had ik de nar gespeeld. En King Lear, dat was André van den Heuvel. En laat hij nou bij toeval gisteren zijn overleden.
Een beter moment had hij niet uit kunnen kiezen. Tenminste, dan had ik hem niet zo geëerd met deze afbeelding. En mijn moeder die ging na afloop mee naar het café en de volgende dag zeiden alle acteurs: wat heb jij toch een geweldige moeder. En zo vrolijk en zo open en zo ongeremd in de conversatie. En ja, dat was mijn moeder ten voeten uit. Zodra ze in vreemd gezelschap was, kon ze gloreren. Ik wou nu graag naar voren roepen mijn gast, en dat is Siska Dresselhuis. Ga jij eens. Siska, mijn eerste vraag aan jou was, dat hebben we al van tevoren even afgesproken, herkent u deze melodie? Jij bent een domineesdochter, je bent van 21 april 1943. Ja, precies. Als ik dat even zo mag zeggen. Ja. Het grappige is, ik weet het zo, ik kan het zo makkelijk onthouden, omdat Hella 6 jaar later dan jij geboren is. Ja, en wij zeiden dat net al tegen K. Dat is de dag na Hitler. Hitler is... Ik wilde daar niet aan refereren. Nou ja, ik wel. Maar goed, jij begint er zelf aan. Maar wat heb jij uit mijn woorden opgemaakt waarvan je zegt, nou, dat zo ging dat bij ons ook, of dat herken ik totaal niet? Ik herken heel veel wel. Wat ik niet herken is dat mijn moeder toch... die is net als jouw moeder jong weduwe geworden. Vader is jong overleden. En mijn moeder heeft daarna eigenlijk, nadat ze daar wel heel droevig over was, maar ze werd wel dominees weduwe. En dat hoor ik bij jou eigenlijk niet. Dat betekende dat ze toch nog die vrouwenclubs had. Dat ze nog allerlei dingen in de wereld daarbuiten had. Wij woonden toen in Roermond en mijn vader was dus overleden daar. En mijn moeder was daar toch ook in de gemeente nog iemand. Ja. Behalve in de gemeente dat ze dus een vrouwenvereniging had die bij ons thuis vergaderde. En daar was dus geen begeleiding en ze zongen gezangen. Dan zaten wij boven en dan zeiden we, oh god, daar gaat de oude vrouwenkontenclub weer. Zeiden wij dan, want dan begon zij te zingen. En mijn moeder was dan leidinggevend. Die dacht, voordat die dames allemaal heel langzaam gaan zingen, dan hoorde je mijn moeder marstempo, psalmen en gezangen daar zingen. En wij dachten, oh, wat is dit erg, kan dit ophouden. Maar goed, maar ze deed ook nog dingen daarbuiten. Ze was hoofd van de BB, dat noemden wij chef soepscheppen. Dat vond zij ook niet een hele vrolijke benaming. Mag ik je even onderbreken? Ja. De BB die komt in aflevering Zaansveen 2 aan de orde. BB. Maar je moeder zat niet bij de BB. Mijn moeder? Nee. Nee, maar mijn moeder had weer... Nou ja, goed, daar komen we... Ik ga het niet verraden. Mijn moeder zat dus ook nog bij de BB. Mijn moeder was in Roermond, waar een huis van bewaring was, zocht ze ook vrouwelijke gevangenen op. Dus mijn moeder had wel, ondanks het feit dat ze wel heel lang toch depressiefachtig is geweest door die vroege dood van mijn vader. Ik geloof dat onze vaders ongeveer even oud waren. 53 was het. Ja, mijn vader was 55, dat ligt in de orde van dezelfde leeftijd. Had zij toch nog wel een leven daar in de gemeente? Wat was een opleiding van je moeder? Mijn moeder was onderwijzeres geweest. En in Amsterdam in de Jordaan. En toen is ze met mijn vader getrouwd en toen ging ze naar Oldeborn, ook in Friesland. Dus een meisje uit Amsterdam. Bij de hand, als je onderwijzeres in de Jordaan was, moest je ook wel redelijk bij de hand zijn. En die werd dan opeens domineesvrouw in een piepklein Fries boerendorp. Heeft ze enorm moeten wennen. Maar ik heb later nog een keer het schriftje gezien wat de meisjesvereniging gemaakt had toen zij van Oldeborn naar Roermond gingen. En dat was heel dierbaar, allemaal in grote hanenpoten, hoe mevrouw Dresselhuis toch zo'n fijne vrouw. Zou je je moeder kenmerken als een zelfstandige vrouw? Ja, mijn moeder was net als jouw moeder altijd degene die het geld deed. Mijn vader had een portemonnee, die was zo plat als wat. Dan kreeg hij als hij zijn traktement, wat ook bij ons thuis veel te weinig was, reikte mijn moeder dat aan hem uit. En verder had ze zo'n doos van Brabantia. Sommigen van die kennen nog wel. Gas en licht, diversen, vakantie. Waar je dan geld in deed. Dus mijn moeder had zakelijk wel de leiding. Wat jij ook vertelde, dat... ik weet niet of jij dat herkent. Er was één keer per jaar of zo een gemeenteavond. En dan zat een dominee hier en dan zat daar de hele gemeente en die mochten dan vrij schieten op die man. Werkelijk verschrikkelijk. Ik was heel klein, ik hoefde niet mee, maar mijn moeder en mijn zus zaten daar geharnast in die zaal. Maar mijn vader liet al die kritiek op zich afkomen. Dat hij te lang preekte en te ouderwets. Nou ja, allemaal dat je denkt, dit is gewoon mishandeling.
dit moet bij de rechten voor de mens worden aangekaart. En dan zaten mijn zus en mijn moeder, en mijn zus was al een stuk ouder, en die nam dan het woord. En dat vond mijn vader altijd zo. Hij vond het fijn dat hij verdedigd werd, maar hij vond het ook wel lastig. Mijn moeder was wel een fikse vrouw, ja. Maar zij was wel, zodra ze met jouw vader getrouwd was, ook in dienst van jouw vader. Ja, totaal. Ik bedoel, dat is wat je nu niet meer ziet als een getrouwde dominee nu ergens komt. Is zijn vrouw niet mede van de gemeente, die heeft gewoon een baan. Ja. Maar domineesvrouwen vroeger, denk ik, waren gelijk inzetbaar in de gemeente. Ja, en dan voornamelijk voor het vrouwenonderdeel ervan. Het vrouwenonderdeel, ja. Nou ja, mijn moeder was ook wel, dat herken ik ook wel in mijn eigen vrouw, met zo'n soort adelaarsblik de kerk binnenkomen en dan zien wat er fout staat. Er is een legendarisch moment dat de koster weer eens de bloemen zo in één keer... Je moeder moet het even een beetje en die moest dan, die kwam dan de kerk binnen. Ja. En dat heeft ze toen, daar heeft ze eens een keer zodanig heeft ze dat geschikt dat en de vaas omviel en haar handtas... Open ging. Open en de hele reutemeteut. En jullie allemaal opgepakt alles. Wij moesten dat dan oppakken. En ja, toen kwam er dan een poederdoos van Max Factor. En een lippenstift tevoorschijn. En daar werd schande van gesproken in de gemeente. Ai. Dat de domineesvrouw gebruik maakte van dat soort... Dat jullie dat ook heel stiekem onder de banken hadden moeten schoppen. Hè? Niet het groot gebaar. Nee, wat mijn moeder natuurlijk ook altijd zag. En wij als kinderen ook, daar heb ik... Zelf toch wel, nou een trauma is een heel zwaar woord. Maar of een zaal wel vol is, of een kerk wel vol is. Altijd zenuwen, zitten er wel genoeg mensen in de kerk. Dat heb ik helemaal overgegeven. Of het vol is, dat kan mij niks meer. Dat kan je niet meer schelen. Nee. Maar ik heb er ook van geleerd dat ik bij bijeenkomsten altijd vooraan ga zitten. Want de normale gang van zaken is dat mensen altijd achteraan gaan zitten. Maar dat is voor een dominee ook vreselijk. Als al die voorste rijen leeg zijn. Dus ik kom maar ergens binnen, het maakt niet uit. Ik ga altijd prim vooraan zitten. Bovendien applaudisseer ik altijd overal ook heel hard. Omdat ik denk, het is ook heel erg als mensen geen... Waardering krijgen. In hoeverre heeft jouw moeder jouw karakter bepaald? Heeft je moeder dat gedaan of heeft je vader dat voor een groot deel gedaan? Nou ja... Of tenminste, ik bedoel je instelling, je mentaliteit. Wat er van je geworden is, laat. Ik heb twee dingen van mijn vader geërfd. Dat ik kan schrijven en dat ik kan praten. Mijn moeder kon ook goed praten, dus dat heb ik van beide geërfd. Ik wilde vroeger heel graag het kind van mijn vader zijn. Dat herinner ik me dat ik voor een spiegel heb staan stampen bijna. Toen ik ging zien dat ik eigenlijk meer mijn moeder was. Ik heb wel de sociale vaardigheden van mijn moeder. Ja, die kon praten, die kon met iedereen contact leggen. Mijn vader was toch een Groningse zoon van een smid. Ik doe nu even op, je hebt je nogal sterk gemaakt voor de feministische zaak. Dat is zo. En je bent jarenlang hoofdredactrice van Opzij geweest. Ja. Is dat gekomen omdat je in een bepaalde kring bewoog waarin je als vanzelfsprekend daartoe kwam? Of is dat ook vanuit je jeugd iets? Ik was journalist bij Trouw. Want ja, als je in onze kringen journalist wilde worden, was er maar één krant en dat was Trouw. En mijn moeder heeft daar nog goede werken aan verricht, want ik wist al heel jong dat ik journalist wilde worden. Dus vlak voor mijn eindexamen ging mijn moeder in dat hele keurige onderwijzeressenhandschrift wat zij had, ging zij een brief schrijven aan de hoofdredacteur van Trouw, dokter J.A.H.J.S. Bruinslot. Dat vergeet je ook nooit meer, dames en heren. Al die voorletters, want die moest je vaak kennen en opschrijven. Dat zij een dochter had die graag in de journalistiek wilde. Toen kreeg ze een brief terug. Bruinslot had die brief waarschijnlijk nooit gezien, maar iemand had hem beantwoord en gezegd, nou ja, mevrouw Dresselhuis, dat is een mooi vak, maar heel gevaarlijk voor een meisje. het was 61. Maar ze wilde ons ook niet gelijk helemaal monddood maken. Dus stond er in die brief, als uw dochter eindexamen heeft gedaan, stuur dan maar haar cijferlijst. Ze dachten, dan zijn die vrouwen koud gesteld, maar mijn moeder niet. Ik had een keurige cijferlijst, dus mijn moeder weer een brief met, dit zijn de cijfers van mijn dochter, zoals u gevraagd heeft. uiteindelijk is dat dus tot iets gekomen en ben ik bij Trouw begonnen. Maar mijn feminisme,
Ik weet niet of dat... Mijn moeder was een fix type. En vond ook dat vrouwen gehoord moesten worden. Maar dat niet dat ik zeg van, goh, hè, dat is dat Alette Jacobs nou. Wat is het verschil tussen een fix type en Alette Jacobs? Nou, maar mijn moeder dateert ook natuurlijk van voor de Tweede Feministische Golf. Voor 1968 was niemand in Nederland feminist. Want de Eerste Feministische Golf met Alette Jacobs was al lang uitgegolfd, zal ik maar zeggen. En de Tweede bestond nog Stemrecht niet. Stemrecht was verworven. Ja, en toen dachten ze, nu gaat alles vanzelf wel goed. Maar dat is natuurlijk niet waar. Want dat dacht ik vanochtend nog even aan. In 1956 is in Nederland pas de handelingsonbekwaamheid van de getrouwde vrouw opgeheven. Dat betekent dat getrouwde vrouwen tot 1956 de handtekening van hun man nodig hadden als ze een ijskast wilden kopen. Of een paspoort of een auto. Kijk, ze mochten natuurlijk wel pakken vermicelli kopen, geen enkel punt. Maar als ze iets groots wilden aanschaffen, had een getrouwde vrouw daar de goedkeuring van haar man voor. Nu begrijp ik opeens, want wanneer is Albert Heijn met zijn premie van de maandclub begonnen? Want vast na 1956, dat, Freek. Nou, dat moet na 1956 zijn. Want ja, dat was het moment waarop de ijskast Nederland ging veroveren. Maar jouw vader plakte al zegels, vertelde jij. Zegels van Albert Heijn. Ja, daar komen we ook nog weer op terug. Ik wou nog wel even zeggen, want jij bent dus bij Trouw begonnen. En jullie lazen thuis ook Trouw. Ja. Oh, dat is ook jullie Trouw. Ook toch? Nee, daarom begin ik er juist over. De tyfoon! Dat is, ja, we laten de tyfoon in Zandam. Maar het grappige was dat mijn vader nog de NCRV bood. Ja, wij hadden vrije geluiden. Ai. En dat kwam niet omdat hij vrijzinnig was, maar hij was rechtzinnig. Maar dat kwam omdat hij door professor Van der Leeuw was opgeleid. En professor Van der Leeuw was een man van de nationale omroep naar BBC-model. Ja. En dominee Spelberg, die vertegenwoordigde dat ideaal. Ja. Vandaar dat wij bij de VPRO zaten. En mijn vader had volgens mij toch wel een zekere hekel aan gereformeerdheid. Ja, maar jouw vader was hervormd. Ja. Ja, mijn vader was gereformeerd. Ja, nee, dan is het logisch. Dames en heren, u ziet het verschil. Volkomen logisch. Volkomen logisch. En ik lees het zelf trouwens, nu wel. Ja. Ja, maar dat kan ook makkelijk. Ik ook nog altijd. En ik moet zeggen dat het me wel deugde. Mijn vader las het Parool tot aan de Provo-rellen. En toen is hij daar ook mee opgehouden. Ik weet niet welke krant er toen in huis kwam. Toen ging hij de Telegraaf lezen. Mijn vader las volgens mij, zeker met het Algemeen Dagblad. Ik moet er niet aan denken. Maar ja, de Telegraaf kwam er bij ons dan ook niet in. En waarom hij de NRC niet moest, volgens mij was hem dat te liberaal. Te libertijns bijna. Ja. Nou ja, goed, wij laten Trouw. Nu wil ik nog wel graag even door. Dus wanneer is dan jouw moment van ontwaken? Dat is gekomen toen ik bij Trouw dus nog werkte en die hele tweede feministische golf losbarstte. Het verhaal, het pamflet moet ik bijna zeggen, van Joke Smit, het onbehagen bij de vrouw. Dat was voor mij als journalist allemaal gevoelens fressen. Dat vond ik hartstikke spannend. Persconferentie, eerste blijf van mijn lijfhuis. Hop, Siska, erheen op de pumpen. En zo ging het maar door. Dus ik vond het als journalist allemaal heel erg indrukwekkend. En daar wilde ik bij zijn. En al gaande ontdek je dan, maar het gaat eigenlijk ook over mijzelf. Lang niet alles, ik ben niet geslagen, ik heb geen incest gehad. Nou, noem alle vreselijke dingen maar op van de actiegroepen die er toen werden opgericht. Maar ik wist wel dat ik bijvoorbeeld slechter werd betaald. Ik wist ook dat ik heel veel moeite had moeten doen als meisje om in de journalistiek te komen. En dat ik bij sommige vergaderingen buiten de deur werd gehouden, met name van de AR Kiesvereniging in Utrecht. Kwam ik aan als 18-jarige en dan deden ze de deur dicht en zeiden ze, nee mevrouw, vanavond gaat het over mensen, het gaat over de kandidatenlijst. Toen dacht ik, ja, mijn neus. Dus zij gingen zitten, deden de deur dicht en ik ging als een soort Pippi Langkous met mijn oor tegen de deur en ik hoorde nul persoonlijke dingen. Ze wilden gewoon geen meisje erbij hebben. Dus ik heb zelf ook wel gevoeld dat er aan het vrouw zijn een en ander gesleuteld kon worden. En toen opzij werd opgezet, dat was in 1972, heb ik de twee oprichters geïnterviewd. En zo ben ik daarin gerold. En heb jij gemerkt dat er ook door die keuze iets veranderde in je verhouding tot vroeger, maar eigenlijk voornamelijk voor jezelf? Is er iets van een openbaar? Kreeg je er veel energie van? Waarvan?
Nou, voor die keuze. Hè, je van zag, feminisme bedoel je? Ja, die tweede golf die eraan kwam, zat je opeens ook op de golf? Had je opeens het idee, nou, ik ben altijd wij gaan nu samen... Nee, ik ben altijd wel een beetje een buitenstaander gebleven. Dat komt omdat je een journalist bent, aan de ene kant. Je kijkt ernaar, je schrijft erover. Je bent een beobachter, zou ik bijna zeggen in Duits. Maar wat mij ook wel een beetje op afstand zette, was toch mijn gereformeerde komaf. Want... In het feminisme was het allemaal links, heel veel PvdA, heel veel CPN. En de echte felle feministen dachten dat het paradijs zou aanbreken als vrouwen het voor het zeggen zouden hebben. En als domineeskind wist ik, had ik ook moeten leren uit de catechismus, wij zijn allen geneigd tot alle kwaad. En er stond nooit bij, uitgezonderd vrouwen. Dus ik heb nooit het gevoel gehad van, wij zijn een betere soort. Maar ik heb wel heel goed gezien en gehoord van alle mensen die zich natuurlijk bij je melden als je hoofdredacteur van Opzij bent. Want ja, waar vind je in het telefoonboek vrouwen, feminisme? Nee, maar Opzij staat in het telefoonboek. Dus je kreeg heel veel te horen van mensen die zo geknecht waren in hun leven. Alles niet mochten door dat broers moesten studeren, zij niet, gelijk. Nou, al die verhalen dat je dacht, ik heb het dan zelf misschien wel aardig gehad. Maar heel veel niet. Als je nou die foto zag van mijn moeder in die huishoudschool. Mijn moeder heeft ook nog huishoudschool gedaan. Maar ja. Als je, en je kijkt nu naar het VMBO. Dan, wat valt jou dan iets op? Heb je dan... Nou, in ieder geval dat ze daar fantastisch les kregen. Vergeleken nou, ja, bij dat bedoel ik. Duizenden die nu op die ROC zitten en zo. Hè? Hebben zo'n hele andere attitude ook van de leerlingen. Dat is wonderlijk. Dat je zou er bijna conservatief van worden, vind je niet? Maar dat waren wij toch al. Nee, mijn moeder ging ook naar de huishoudschool, maar dat was omdat zij ging trouwen met mijn vader. En als een beetje verwend meisje en onderwijzeres wist zij niet goed hoe het huishouden moest. Dus toen is zij, tegen de tijd dat ze ging trouwen, is ze naar de Amsterdamse huishoudschool gegaan. Om het toch wat te leren. Jouw moeder was een hele goede huisvrouw, mijn moeder totaal niet. Die kon niet genoeg weg zijn. Nee, maar mijn moeder heeft mij dan ook heel erg bedorven. Je hebt me ooit geïnterviewd, volgens mij ben ik ook langs de meetlat gelegd. Ja. En bracht het in mannenkringen hoog gewaardeerde onvoldoende, bracht ik het toe. Ja, maar dat ging over jezelf. Dat ging niet over je vader of je moeder. Maar je hebt dat interview nog eens gelezen. Hè? We hoeven het niet de hele tijd over mij te hebben. Maar ik ben toch benieuwd, als je dat nu hoort met dit verhaal erbij, wat kwam daaruit? Nou, ik heb het punt niet meer, want ik dacht, ik ga daar niet bevooroordeeld zitten. Maar ik herinner me wel dat ik in dat interview met jou opeens een beetje pinnig zei, je hebt het de hele tijd over je vader, laten we het eens over je moeder hebben. Dus ik ben heel blij dat je moeder nu zo'n grote plek geeft in jouw serie Freek van der Leek. Freek van der Leek? Freek de Leek. Freek de Leek. Ja. Freek van der Leek. Dat klinkt heel vreemd. Alsof met, nou, meneer van der Leek, die bestaat vast. Ja, die bestaat ook. Dus dat je moeder nou zo'n grote plaats krijgt hier, dat vind ik wel heel mooi. Want ik was toen een beetje knorrig tegen je, omdat ik dacht, het gaat wel erg veel over je vader. Ik wil eens horen, wie was je moeder? En toen heb je ook dat mooie verhaal verteld, dat jullie als kinderen in die gang van de kerk die poederdoos moesten op. Ja, dus ja, ik herkende, ja. Ik dacht, hij liegt niet. Dat heeft hij toen ook al aan me verteld. Nee, maar ik lieg nooit. Nou. Maar er zit wel een beetje... Nou ja, kijk, wat ik toen, en ik weet niet, dat is inmiddels denk ik wel wat veranderd, maar wat ik toen heel erg opvallend vond tussen je vader en je moeder en jou en Hella. Je moeder was in dienst van je vader en ik vond toen Hella ook erg in dienst van jou. Ik denk dat Hella zich inmiddels daar veel meer aan ontworsteld heeft dan toen. Want toen was ik toch de vrouw die wij kenden van de pakken van Freek en de leuke schoenen van Freek. Ik heb trouwens ook hele leuke schoenen aan, Hella. Gewoon uit een winkel. Maar en ik denk dat ik daar toen met jou ook wel over heb zitten steggelen. Misschien moet je nog even als sidekick komen. Ik heb het, op een zeker moment ga ik samen met Hella hier ook over in gesprek. Ja. En dat is dat is natuurlijk in mijn jeugd is nooit aan de orde gekomen wat de verhoudingen waren. Mijn vader stond vrij laat op, ja. Half 10, kwam in zijn bed uit. We zagen hem aan het ontbijt nooit.
En het eerste wat hij dan riep was, simpelweg, koffie, zei hij dan. En dan zei je niet, je moeder, je hebt toch zelf ook twee handjes aan je lijf? Mijn moeder... Zei dat ook niet? Nee, maar dat wisten wij überhaupt nooit. Nee. Dat dus, weet ik pas in een half jaar wat dat deed. Okay. Dan kwam die koffie. Ja. En er is dus er is nooit, maar goed, dat komt in het verhaal ook wel uit, nooit gesproken over verhoudingen. En ik heb mijn vader ook... Het enige wat mijn vader in de keuken deed, was als hij in Zeeland was geweest, dan had hij verse worst meegenomen van de slager. Er was maar één slager in Nederland die dat kon maken, dat was in Ouwerkerk. En dan ging hij dat persoonlijk staan uitbakken. En dan haalde hij die worst eruit en die was onwaarschijnlijk vet. En dan liet hij dat vet stollen. Ja. En daar gooide hij dan honing bij. En dat roerde hij, dat ging in een potje en dat smeerde hij dan zo op zijn brood. Dat is echt volstrekt het enige wat ik hem ooit heb zien doen. Nee, mijn vader was wel een zorgzaam type. Maar hij kon ook wel, dat kon hij mijn moeder erg mee. Nou ja, mijn grootvader heeft echt zijn vrouw verzorgd, want die was zwak. Ja. Dus die deed behalve zijn vak, zijn beroep, echt... Dus misschien, ja, mijn vader niet, dus. Nee. Dacht dat nooit. Ze is niet zwak. Nee. Maar dit is wel grappig, want waarom schikt een man zich makkelijker dan een vrouw? Hoe bedoel je? Nou, in de... waarom schikt een man zich makkelijker in de bestaande verhoudingen dan... Omdat die natuurlijk hartstikke fijn zijn, die bestaande verhoudingen. Hallo. Dat begrijp ik heel goed. Maar ja. je zou toch als vrouw net zo goed kunnen zeggen... Nou ja, ik schik mij ook. En dan afwachten wie er begint. Ja, maar daar zijn vrouwen dan toch weer... Als je heel lang gaat zitten wachten, je vader roept koffie... en je moeder zegt niks, maar gaat alleen zo zitten. Dat zou een heel mooi televisiebeeld opleveren, maar niet koffie. Nee. Hè? Dus... Ik denk dat vrouwen dan toch weer praktisch zijn en denk je, weet je wat, zeg, ik heb zelf ook zin in koffie, kom maar. Hier, jij ja, ook. Maar goed, dat is natuurlijk wel het begin van de ellende. Ja, dat is het begin van de ellende. Maar daarom hebben wij vanaf 1968 deze ellende ook doorbroken en proberen te doorbreken. Dat is niet altijd even goed gegaan. Komt altijd weer terug, of niet? Is het nou... Jawel, het komt altijd weer terug, maar het komt nooit in dezelfde vreselijke vorm terug zoals jij hem nu schetst. Nee, nou, koffie! Ja. Is er iemand hier in de zaal die dat nog durft te zeggen tegen zijn vrouw? Nee, maar we... Andersom, vrouwen tegen hun man? Ja, u. Ja, ik zie het. We hebben tegenwoordig zo'n schitterend apparaat waar je... Kijk, maar zo kom je alle problemen natuurlijk erbij. Nou ja, denk je dat de rol van de vrouw daar een grote in geweest is in het ontwikkelen van al die apparatuur? Ik vrees dat heel veel van die apparatuur de mannen is bedacht. Want ik was namelijk... Alleen het Melitta-filter, dat is door een vrouw bedacht. Oh. Het koffiefilter. Maar want ik was in Irak, ik weet niet hoe lang dat nu geleden is, bij de troepen die daar toen... De vrede moesten bewaren. Ik weet niet precies wat voor taak ze hadden. Maar toen zag ik zo'n soldatenkamp en toen dacht ik, dit is nou... waar overigens dan ook nog alweer vrouwen bij rondlopen. Maar daar voelde ik die oerhunkering van mannen om lekker onder elkaar te zijn. Ja. En dan hebben ze helemaal geen enkel probleem met corvée. Ze verzinnen de beste voorzieningen voor zichzelf met douches en cabines. Het is allemaal... tip-top in orde. En dat ze daar zo heimelijk genieten, ja, dat er geen vrouwen bij zijn. Ja. Nou, ik heb vroeger nog alles... Ik moest altijd veel lezingen geven als hoofdredacteur van opzij. En dat kwam ik ook bij de Rotary binnen. Nou, dat was toch in de tijd dat de Rotary nog gesloten was. Ja, het klinkt als een inrichting. Was het ook wel een beetje. Maar er mochten toen nog geen vrouwen bij de Rotary. Dus het was hartstikke leuk. Ik vond het enig om daar uitgenodigd te worden. Want er waren altijd wel een paar mannen die dachten... dit zit toch niet helemaal snor. Wij moeten misschien vrouwen toelaten. Weet je wat, wij gaan er geen ruzie over maken. Wij vragen die mevrouw Dresselhuis voor een lezing. Oké, nou, dus ik daar lezingen geven. En dat waren altijd de leukste avonden. Want er waren natuurlijk ook altijd gelukkig wel eerlijke mannen... die zeiden, ja, weet je, wij vinden eigenlijk ook wel wat vrouwen erbij horen. Want... in Amerika was het zelfs, door het Hoge Rechtshof was het verboden dat de Rotary gesloten mocht blijven. Omdat er werd gezegd, het is een sociaal-maatschappelijke beweging waar ook wel eens in de wandelgangen baantjes vergeven worden en leuke dingen geritseld worden. Daar mogen vrouwen niet van uitgesloten worden. Maar goed, in Nederland was hij nog gesloten.
En dan hield ik daar zo'n lezing over hoe idioot zij waren. Want dan kun je er leuk te zwepen over leggen over zo'n zaal met mannen. En dan bij de discussie zeiden ze, ja, maar weet u, het verandert zo enorm als er een vrouw bij komt. Want weet u wat wij dan gaan doen? Dan gaan wij rivaliseren en het haantje spelen. En dat hebben we niet als we onder elkaar zijn. Toen dacht ik, ja, daar kan ik me wel iets mee voorstellen. Dat, kijk, als er dan weer 30% vrouwen, dan is het ook weer gewoon. Want dan zei ik, ja, maar waarom bent u daar nou zo happig op om dit gesloten te houden? Ik zeg, in uw dagelijkse werk werkt u toch ook met vrouwen? Dan houdt u ze toch ook niet buitenshuis of buiten de deur? Ja, maar dit vinden we nou juist zo fijn dat ze hier niet zijn. Nou ja, daar kan ik wel bij indenken, want in het begin van de Tweede Feministische Golf hadden wij natuurlijk als vrouwen het vrouwenhuis, het vrouwencafé, de vrouwenboekhal. En er mochten geen mannen in. Dus dat je jezelf een tijd lang, ja, die rotary mannen wilden gewoon hun hele leven alleen daar blijven en geen vrouw toelaten. Terwijl bij vrouwen is dat na verloop van tijd sukkels als wij zijn, hebben de mannen weer binnengelaten. Sorry, ja? Heb je veel interviews voor die meetland gedaan? Ja, 180. En hoeveel van die mannen probeerden het jou naar de zin te maken in die interviews? Nee hoor, nee. Oh. Als je heel lang... Nou, jij deed het niet, dus waarom zouden anderen het wel gedaan hebben? Nou, dat kan ik me niet eens zo goed herinneren. Volgens mij deed ik ontzettend mijn best. Oh, dus het was nog erger. Oké. Okay. Nee hoor. Als je heel lang met mensen zit te praten in een interview, zelfs als ze proberen om het een tijdje vol te houden, dat hou je geen uren vol. Nou, het is mij wel aardig gelukt. Ik ga u dat interview allemaal nog doormailen, hoor, dames en heren. We gaan, Siska, we gaan eens even het publiek in de gelegenheid stellen een vraag te stellen. Daartoe hebben wij het volgende. Oh. Hier zit de microfoon in. Is er iemand die een vraag heeft in de zaal aan Siska of aan mij over dit onderwerp? Ja, ik meteen. Jij meteen? Oh, dat is Hella de Jonge. Nou ja. Kun je vangen? Gooit u hem even door, Kees. Oeh, wat eng. Wie bent u? Ik ben die mevrouw die vroeger nog niet zo strijdbaar was. Ja. Maar vind je nu dat het feminisme geslaagd is? Heb je nou het gevoel dat jullie dan in 1968 begonnen? Of je daarin, vind je nou, ik heb hier een dochter die dus nu inmiddels 43 is. Vind jij dat er vooruitgang geboekt is? Jazeker. En dan is de volgende vraag, vind je dat het allemaal bereikt is? En dan is de vraag... Is de antwoord nee. Dat bedoelde ik eigenlijk ook. Ja. De tweede eigenlijk. Vind je dat het bereikt is? Nee, het is nooit klaar. Want er komen altijd weer nieuwe problemen. Er worden weer dingen teruggeschakeld. Opeens krijg je nu, dat hebben jullie allemaal natuurlijk gemerkt, met die affaire in Keulen, met die massale aanranding van vrouwen, krijg je opeens een hele felle tegenbeweging. Die vrouw die daar in Keulen naakt stond van, en zelfs als ik er zo uitzie, ben ik vrij en mogen jullie niet aan me zitten. Opeens komt er dan weer zo'n hele opleving bijna van, blijf van mijn lijf. Hè? Een van de actiegroepen die wij in de jaren 60, 70 hadden, blijf van mijn lijf. En dan denk je, goh, dat is een tijd lang, denk je, ach, dat gaat allemaal wel goed. En opeens komt er dan weer zo'n felle... Ik noem het maar een opleving van, het zit toch niet goed. En zo heb je dat natuurlijk met meer dingen. Kijk, die tweede feministische golf heeft heel veel bereikt, is toen weggeëbd, dat gebeurt met golven. En ik heb nog geen nieuwe, mensen zeggen de vierde golf, dan denk je, god, dan heb ik de derde even gemist. Maar ik zie nog niet direct weer iets opkomen, maar... Ik denk zeker dat dat wel weer gaat gebeuren. Je ziet nu steeds meer, hoort ook steeds meer jonge vrouwen die zeggen, ik ben feminist. En ik zie dat het dan over het algemeen gaat over het zelfbeschikkingsrecht van hun lijf. Over seksualisering, over dat soort zaken. Daar zijn jonge vrouwen nu vaak heel erg mee in de weer. Maar ja, ze hoeven zich natuurlijk niet meer op te winden over het feit of ze wel of geen abortus of wel of geen pil. Of ze wel of niet bij de politie mogen werken zoals wij dat 40 jaar geleden hadden. Dus dat is allemaal wel bereikt. Maar er zijn dingen die nog steeds Hoe is dat eigenlijk in maternalistische samenlevingen? Zijn daar de situatie... Ik weet helemaal niet of die er zijn. Zijn die er? Ja, natuurlijk. Er zijn allerlei stammen. Waar stammen? Stammen, ja. Tribes. Stammen. Drenten. Tribes.
Waar de vrouw de baas is. Ja. Is dat dan ideaal? Of? Ik weet niet. Ik ben er nooit geweest. Nee. Ik heb het nooit meegemaakt. Ik denk dat het überhaupt niet ideaal is als echt één sekse het voor het zeggen heeft. Ik bedoel, we zijn met maar twee seksen in de wereld. Toch? Ja, jij hebt kuiken gesekst. Dus jij... Ik weet er alles van. Jij weet er alles van. Hella, nee. Ben je tevreden gesteld met het antwoord op deze vraag? Ja. Is er iemand anders die nog een vraag wil stellen? Mevrouw, gaat uw gang. Op gevaar of dat ik vragen te vroeg stel, want er komen nog 18 afleveringen. Maar ik geloof dat deze wel nu mag. Waarom heeft Freek de Jonge eerst zijn vader behandeld en toen zijn moeder? Nou, omdat ik wilde beginnen met neer te zetten waarom ik deze onderneming begonnen ben. En ik ben gisteren begonnen met leermeester. Leermeester is het kernwoord van mijn onderneming. Leermeester zoeken, een leermeester zijn. En mijn vader had zo iemand en dat was professor Van der Leeuw, Gerardus Van der Leeuw. En daar heb ik mijn hele betoog aan opgehangen. En dus het was logisch dat ik dan na mijn vader mijn moeder zou doen. En als u geluisterd heeft, dat heeft u... Dan heeft u ook begrepen dat mijn moeder, mijn vader, zeer gevormd heeft. Hij was al hervormd, maar zij heeft hem echt, tegenwoordig zou je zeggen, in de markt gezet. Zij heeft daar een man van gemaakt, gezorgd dat hij een kunstgebit kreeg voor zijn 30ste. En dat hij goed in het pak kwam te zitten en dat hij wist hoe hij zich moest gedragen, want het was gewoon een boer. En dat is natuurlijk ook een van de problemen waar we een beetje mee opgezadeld zijn door het feminisme. Dat is dat we de hele tijd moeten nadenken, geven wij de vrouw voldoende aandacht? Heb ik voldoende vrouwelijke gasten? We zien nu ook weer bij de Oscar, dan zijn we weer te weinig zwarte. Dus we moeten wel heel... daar bewust van zijn. Ik weet niet. Ik denk dat het een goede ontwikkeling is. Die moet natuurlijk ook leiden tot... Nou ja, net als met het Zwarte Piet vraagstuk nu. Ik neem aan dat ik dat in dit gezelschap rustig kan zeggen. Dat is natuurlijk over 50 jaar geen probleem meer. Maar we moeten de tijd zijn gang gunnen. Had u het anders gedaan, mevrouw? Was u met de moeder begonnen? Misschien wel, maar dat komt misschien omdat ik een vrouw ben. Hey. Nee, maar u had er ook een andere reden voor. Misschien omdat u dacht, hij is geboren uit een vrouw. Zou dat de moeder als eerste hebben moeten opleveren? Nee, maar meer... dat is heel persoonlijk, denk ik. Wat krijg je van wie? En hoe denk je ook daardoor in de rest van je leven na? En dan, dat bepaalt misschien die keus. En ik vroeg me af of dat in dit geval ook zo was. Want het thema leermeester, wat ik een meesterlijke start vond, miste ik een beetje vandaag. En nu was ik heel blij met dit antwoord verder. Nou ja, mijn vader... Maar wat leer je van je moeder? Ik heb onderaan die preekstoel gezeten. En daar, dat is de onherroepelijke basis van mijn bestaan. Daar heb ik het woord in zijn grootheid ervaren en de kracht van het woord. Ja. De kracht van de stem, de kracht van de verhalen. Maar ik heb ook dat fragment gedaan dat ik mijn moeder aan het lachen maakte. Ja. En ik, mijn moeder, ik heb van mijn moeder zonder meer de ambitie. Maar doordat ik mijn moeder zo aan het lachen kon maken, gaf ze mij ook veel vertrouwen dat ik grappig was. Was je moeder ook grappig? Mijn moeder was niet grappig, mijn vader was geestig, maar mijn moeder kon echt heel goed lachen. Mijn moeder was ook op lachen uit. En mijn vader heb ik niet zo vaak... Ja, mijn vader kon om moppen lachen. Echt, en hij kon ook moppen vertellen. En die kon met vrienden kon hij samen moppen vertellen. En dat, ja, nou ja, ik heb daar natuurlijk in die tijd ook hartelijk om gelachen. Maar nu is er een iets grotere distantie van de mop. Is er nog iemand die een vraag heeft? Want dan wou ik... Want ik ga nog een klein stukje... Oh, Siska, ken je dit boekje trouwens? Nee. Zeg je dat wat? Nee. Ik ga even verder. Kijk, hier staan dus dingen zoals inkpotten reinigt men doordat men het reservoir met azijn
of verdund zoutzuur vult en enige dagen laat staan, dan met fijn zand dat men in de oplossing mengt, krachten schudden en goed spoelen. Hier staan, dit zijn maar twee bladzijden, 1000 van die dingen, die moest je allemaal uit je hoofd kennen in die tijd. En roestvlekken op staal lost men in de petroleum op. Kan ook met Coca-Cola. Nou ja, dit waren de studieboeken op de huisartsschool in... Had je moeder die in de keuken liggen? Ja, nou, die lag op de aanrecht en dan 's morgens dan keek ze even hoe ze dat aan moest pakken. Nee, dit vond ik op internet. Ik vond het wel heel grappig. Heel, heel bijzonder. Nou, we hebben nog tijd voor 1 vraag uit het publiek. Mevrouw, zegt u het maar. Goedendag. Ik wilde even doorgaan op dit boekje. Ik was een beetje verbaasd over de opmerking van mevrouw Dresselhuis. Dat er op het ROC op het ogenblik niet meer zo goed geleerd wordt. En ik vraag me af dat nu Freek de Jonge dit boekje heeft laten zien uit vroeger tijd, of dat de basis is voor deze opmerking, dat misschien nu deze 1000 dingen niet meer zo geleerd worden op de school, maar wel een heleboel andere interessante dingen. En ik vond dat eigenlijk jammer in uw voor de rest goede en vrolijke betoog. Nou, mevrouw, ik bedoelde niet zozeer dat ze een slecht onderwijs krijgen. Ik bedoelde de massaliteit. Hier zag je 12, 15 vrouwen die heel onder leiding van 1 onderwijzeres of 1 lerares heel gedegen bezig waren. Ik kom uit Hilversum, daar is het ROC Amsterdam. 1000! Ik denk, hoe bestaat het dat je in zo'n massaliteit nog iets kunt leren? Waarover ik niet zeg dat dat niet geprobeerd wordt, maar ik vraag me gewoon af, als ik dit mooie, kleine, selecte gezelschapje zag en die enorme zwermen die ik daar zie, dan denk ik... Maar ja, dan vraag je je wel af, wat gebeurde er in die tijd met die enorme zwermen? Gingen die dan onmiddellijk... Ik weet niet of er zulke zwermen, we waren natuurlijk nog niet met 17 miljoen mensen, Freek. Nou ja, het waren er misschien 14 of 12. Ja, nou, dat maar wel heel veel. En die gingen waarschijnlijk inderdaad, die kregen geen opleiding. Dus in die zin is het mooi dat dat hele grote ROC er is. Maar dat was eigenlijk mijn bedoeling, dat ik zag het grote verschil tussen hoe individueel en persoonlijk dat onderwijs was en hoe groot en te groot naar mijn smaak het nu is. Maar, u heeft wel gelijk en ik dank u hartelijk voor uw correctie. Bijdrage aan de discussie. Siska, zou je nog even... willen plaatsnemen. Ik dank jou hartelijk voor je bijdrage. Of had je nog een... Dag, nee, hoor. Je bijdragpassende tasje. Ja. Geweldig. We hadden het gehad over mijn moeder in optima forma. Met onregelmatige tussenpozen ging ik bij mijn moeder op bezoek. De kleinkinderen haakten af. Om naar mijn moeder toe te gaan vroeg steeds meer zelfoverwinning. Tussen mijn moeder en mijn vrouw bleef altijd een bepaalde frictie ontstaan. En na een incident over een televisieuitzending was er een paar jaar geen contact. Ik vond het verschrikkelijk. En ik kon soms moeilijk in slaap komen. Waar lag de opening? Ik wist dat mijn moeder niet meer zou veranderen. Kon ik zelf veranderen? Toen kreeg ik het bericht dat mijn moeder naar een landgoed in Zeeland was gegaan. Daar was ze geplaatst door mijn broer en zusters onder het motto kleinschalig wonen voor demente bejaarden. Ik er naartoe. Het zag er op het eerste oog prachtig uit. Ruime kamer, veel licht, eigen sfeer. Ze had een deel van haar meubilair mee mogen nemen. Het vertrouwde kabinet, het revolverbureautje en net zo'n bijzettafeltje als tante. En een kleedje natuurlijk eroverheen om krassen op het blad te voorkomen. Heeft me altijd verwonderd als je zo'n mooi blad hebt, waarom je er dan een kleedje over... Ja, anders komen de krassen op. Dus het is een kleedje voor de krassen. Solide redeman meubilair. Mijn moeder was blij om mij te zien, niet te lang. Wat er precies aan de hand was,
kon ik niet vaststellen. Ze was traag aan het dementeren, maar in wat ze wilde was ze duidelijk en helder. Ze liep de verpleging al zodanig te commanderen dat er al snel maatregelen genomen moest worden, omdat er ook andere mensen om zorg vroegen. Ze mengde zich niet met de andere bejaarden. Tweede keer dat ik kwam, vertelde ze verhaal dat ze haar aan bed hadden vastgebonden en gevisiteerd, getoucheerd. Ik probeerde uit te vissen waarom ze dat vertelde en wat erachter zat. Ze kreeg een vracht aan medicijnen en volgens mij werd ze daar simpelweg gedrogeerd, waardoor ze waanvoorstellingen kreeg. Ik onderzocht of er plaatselingsmogelijkheden waren bij ons in de buurt en dat lukte. In de Hoge Wei in Weesp, waar ze speciale woonsferen hebben in die Hoge Wei. Dus als je uit de Jordaan komt, hebben ze een speciale woongroep Jordaan. En mijn moeder kwam in de woongroep Gooise Vrouwen. Terwijl ze beter op haar plaats was geweest in een meer christelijke sfeer. Haar meubels moesten achterblijven, kon ze niet meer meenemen. Er bestond een kans dat ze een eigen kamer kreeg, maar ze moest wachten tot de bewoner die daar was doodging. En dan zou ze eventueel een bureautje en haar eigen stoel kunnen krijgen. Nu had ze alleen de vogel meegenomen die in zijn kooi haar gezelschap had gehouden. Een parkiet. We reden haar met de auto van Geersdijk op Noord-Beveland naar Weesp. De reis verliep rustig. Er was zelfs sprake van een gemoedelijke stemming. Ik zei haar dat we Oosterland passeerden. Dat is het dorp waar haar schoonouders geboren waren. Het ontging haar. Naarmate we de bestemming naderden, werd ze onrustiger. En toen we haar uit de auto wilden helpen, braakte ze over het dashboardkastje. Ze kwam in een stoel te zitten in de gemeenschapsruimte waar de televisie loeihard aan stond. Ze kreeg een stoel toegewezen en de vogel kwam er in zijn kooi naast te staan. Er waren nog 5 andere bewoners in deze woongroep. Ik nam afscheid en zei tot morgen. Ze probeerde mijn handen vast te houden. Ik bleef even in de ongemakkelijke houding staan en trok me voorzichtig los. Sprak nog enige bemoedigende clichés en draaide me heel voorzichtig om en liep weg. We brachten haar schamele bezit naar de kamer die ze ging delen met een wildvreemde mevrouw. We hingen de jurk in de kast en legden haar ondergoed op de plank. Ik voelde me alles tegelijk, beschaamd, machteloos. En 's nachts in bed reed ik die hele rit nog eens na. 170 kilometer. Die had ik de afgelopen weken 6 keer heen en weer gereden. Liefde zoekt zichzelf niet, zegt het Bijbelwoord, maar een klein beetje waardering of genegenheid kan een mens niet zonder. De volgende dag zat mijn moeder in de houding waarin ik haar de vorige dag verlaten had en het leek alsof ze de hele nacht naast de vogel had gezeten, vooruitkijkend de kamer in. Ik bezocht haar 2 keer in de week. Soms maakten we een klein wandelingetje over het terrein en als ik haar bij de kapster haalde, was ze goed te pas. Altijd met vreemden erbij bloeide mijn moeder op. De schijn bleef opgehouden. Als we langs het café liepen waar het Jordaan-repertoire uitschalde, gaf ze aan hoe beneden haar stand dit allemaal was. De buurman was 's nachts haar kamer binnengelopen en had in haar kast gescharreld. Ik kwam meestal tijdens de lunch en er zat het hele gezelschap aan tafel. Mijn moeder was de enige die haar eigen boterhammen nog smeerde. Ze gedroeg zich als een kind dat meewerkt, maar het er niet mee eens is. We maakten een ritje met de auto, wat zinloos was, want ze zag niet veel meer. Op een gegeven moment dacht ik het aangename met het nuttige te kunnen verenigen door de auto even door de wasstraat te leiden. En we waren net binnengereden en mijn moeder zei tegen mij, wat een weer, hè? Ze kwam een enkele keer bij ons thuis, wat geen stemmingverhogend effect had. Soms zaten we minutenlang zwijgend naast elkaar. Zij hield mijn hand vast. Ik dacht na over haar leven. Soms stelde ik een vraag. De tweeling. Hoe was dat nou precies gegaan? Ik heb dat gisteren genoemd, vandaag nog niet. In Workum in 1948 hebben mijn ouders een tweeling verloren. Die
Kinderen hadden racesfactor, positief, en die moesten dus gespoeld worden. Dat kon toen al, maar ze waren te laat. En kinderen zijn na 4 dagen overleden. De tweeling, hoe was dat precies gegaan? Wat deed oom Jan in Berlijn? We hadden even contact als ik vertelde over haar kleindochter, onze kleindochter, haar achterkleindochter, die met een ernstige hartafwijking geboren was. Dan was ze benieuwd. Heeft ze nooit geweten, daar hebben we het gisteren ook over gehad, van dit. Opeens kwam ik een meisje tegen die ik in Workum veel bij de notaris had gezien. Dat was het nichtje van de vrouw van de notaris. En die vertelde mij, dat is ongeveer een jaar of anderhalf geleden, dat zij mijn vader en deze mevrouw van de notaris, die ik tante Tini noemde, dat ze die in een bepaalde houding in de achterkamer op de bank had aangetroffen. En dat was een mededeling waar ik heb het gisteren er uitgebreid over gehad. Ja, dat wou ik niet weten. Als er iets zuiver was in mijn leven, dan was het de verhouding tussen mijn vader en mijn moeder. En ja, die foto die verraadt toch veel. Was het niet dat hier ligt tante Jannie? En dan denk je, dat kan toch nooit wat. Maar wat mijn moeder hiervan geweten heeft, ik kom er nu in elk geval niet meer los van. Ik kan dit beeld niet loslaten en ben natuurlijk daarna gaan nadenken over mijn vader als oude flirt. Op een zeker moment ging mijn moeder, want ze had zich haar beklag gedaan, laat ik deze foto even weghalen, ze had haar beklag gedaan over het Jordaan-repertoire en er was een klassiek muziekclubje opgericht. En een vrijwilligster die draaide daar cd's, plaatjes. En zodra het plaatje was opgezet, dan ging de helft van het gezelschap dirigeren of meezingen. Het was herkenbare muziek, André Rieu natuurlijk. Geen John Cage of Stockhausen. Er klonk Vuur Elise op. Als jullie zo nodig oude mensen nog ouder willen laten worden, dan draai je zelf maar voor de kosten op, staat hier. Het heeft geen enkele zin mensen ouder te laten worden als je daar geen zin aan kunt geven. Aan de muur hangen de kraaien van Van Gogh naast een huilend zigeunermeisje. De herinnering heeft geen goede smaak. Een enkeling doet of hij de toetsen aanslaat bij het horen van de klanken van Vuur Elise. De meesten kijken naar de grond alsof de muziek daaruit komt. De vrijwilliger staat naast de pick-up alsof ze naast de cd-speler alsof ze de muziek zelf gecomponeerd heeft. Een vrijwilliger heeft ook zo zijn eergevoel. Voor alles is er de vrijwilliger. De vrijwilligers ruimen de rotzooi op die de politiek achterlaat. Vroeger gingen ze de straat op en gooiden wat voor het grijpen lag naar de politie. Nu zijn ze vrijwilliger. Als de muziek wegsterft en iedereen hoopt dat iedereen zo zijn gedachtes heeft, staat er een vrouw op in een bloemetjesjurk. Alle vrouwen die voorbij de 80 zijn, dragen een bloemetjesjurk. Ze loopt naar de piano. Kalm. Af en toe wacht ze even als iemand zijn benen over elkaar heeft geslagen en ze kan er niet tussendoor. Er schuilt waardigheid in haar gang en ze neemt plaats achter de piano. En na 3 noten herkennen we Vuur Elise. Een geliefd oeverstuk voor de beginnende pianist in zijn eenvoudige versie. Maar hier hebben we niet met een beginner te maken. Het lijkt waarachtig wel of er opeens aandacht ontstaat. Het wordt stil. De pianiste zit erbij of ze eigenlijk naar de wc moet, maar onderweg de piano zag staan. En toch, ze speelt bijna virtuoos. Als het stuk is afgelopen, doet ze de klep iets te hard dicht. Niemand klapt. Ze loopt terug naar haar stoel. Maar dan aarzelt ze. Was dat wel haar stoel? Ze draait zich 2 keer om haar as en scharrelt dan naar buiten. Als ik mijn moeder naar haar kamer breng en vraag hoe vond je het, zei ze iets te snel. Mijn moeder overleed in november 2013. Natuurlijk had ik op haar begrafenis moeten spreken.
Maar ik deed het door familieomstandigheden niet. Nu was er een dominee die we niets kwalijk konden nemen. De schijn moest nog één keer worden opgehouden. Als iemand zegt, hoe gaat het? Zeg ik, goed. In plaats van, alles in het leven doet mij pijn. Als iemand vraagt, hoe voel je je? Zeg ik, prima. In plaats van, ik weet niet waar ik het moet zoeken, dat gevoel. Waarom zeg ik wat ik zeg? Denk ik wat ik denk? Waarom denk ik dat ik zeg dat ik zeg wat ik denk? Als iemand zegt het beste, zeg ik insgelijks. In plaats van het beste in het leven, hou je voor jezelf. Dank u wel. Dank u wel.